Goedenavond iedereen, hallo. Hartelijk woensdag, alweer een farming avond voor de boeg. Hallo iedereen, welkom Albert van Zuylen en Sebastian Boulan. Dag Bassie en Albert, hey. Goedenavond. Goedenavond. Gerrisp, die berichtte net even, die is even iets later, die was net thuis van zijn werk jongens, dus die komt eraan. Hij is ook bloednerveus die Gerrie. Ja, zo erg. Ja, het is heel erg. Och. Het is heel erg met hem gesteld. Klopt. Maar goedenavond iedereen, welkom. Ik zal zo even de chat doen. Ik ben even wat zaaiers aan het aanzetten, want bij mij is alles leeg. Bij Wolfie gaan we vanavond ook aan de gang. Ik had problemen met de server, met de save game, maar ik heb hem kunnen restoren naar een kwartier voordat we de vorige keer stopten. Dus we missen het laatste kwartier, zeg maar. Dus dat valt nog mee, dat hebben we nog kunnen regelen. Met een hoop omwegen en gehannes en gedoe. Maar we hebben voor elkaar. Dus we hebben weer Wolfie het al zijn hooi en stro en zo, heb je allemaal nog. Gelukkig. Want we hadden weer opnieuw in moeten beginnen. Zal ik even de chat doen, jongens? Even kijken. Ik zal eens even de muziek in mijn oren wat minder zetten. Zo. Even kijken, chat. Even kijken. Dag Evert, tractor verder dan Wolfie. Hallo jongen, morgen huis hè? Yes. Helemaal goed, jongen. Goh, wat zullen die blizen? Een verzuilen steeds bier al koud, Wolf. Ja. Even kijken, even relax. Goedenavond, Willem Rijlaarsdam. Goedendag, jongen, Willem. WD, goedenavond. Jitsen van Utrecht. Rassini, welkom. Mr. Robin Beat. Scania V8. Teuveros. Babsi, goedendag, Babsi. Morgen kunnen we weer thuis, hè. Fijn, hè. Boekje de Boer. Goedendag, hè, jongens. Iedereen van harte welkom. Allemaal. Even kijken, mis ik nog mensen. Jury, hallo, Jury. De Bezafits, dag Bert. Hoe ga je met een Celsius vijfde? Met een Celsius vijfde? Leg uit Willem, die snap ik niet. Ja, Woefie, die jongens die gaan naar huis. Goed, Scania. Ja, oh, morgen gewoon weer een gewone trekker. Vrachtwagen rijden. Morgen gaan we euro terug, jongens. Scania van Jagdboord, Thomas de Boer, goedenavond. Oh, mis ik nog mensen, jongens. Sorry, jongen. Verder Hansma, goeiedag verder. Heerlijk, kan niet wachten, zo is het Babsie. Lekker met je tweeën, gewoon morgen lekker thuis. Heerlijk man, liep je geweldig. En dag Ben, goedenavond jongen. Welkom iedereen. Ik snap het, Woef. Ik begrijp het helemaal. Lekker man. Ik hoop dat je morgen vroeg erop mooi op 10 uur kunt. De hele dag nog lekker samen. Hier, de hessen. De nerveuze loonwerking. Mooi. Mooi live. De hessen er man. Ja hoor, de nerveuze loonwerking. Hij is er hoor. Klopt, Gerry, hè. Die slaapt er al heel slecht van, hè. Klaps, jawa. Nee jongens, we hebben wat nieuws. Zaterdag krijgen we boerinnen. Wat? Ja, zaterdag komen de boerinnen op de boerderij. Dus Gerry is nu al helemaal van de kaarten. Dat kun je voorstellen. Hij is helemaal zichzelf niet. Oh, nee jongens, Sabrina, vrouwtje van Wolfie en Miss J-Tech. Die komen ons zaterdagavond vergezellen. Ik denk dat Gerry de hele over het kwiet ben. Ja, Bob, misschien. Goeiedag Jacco en dag Niels Kamstra. Hallo jongens, welkom iedereen. Hartstikke leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Hoe is het verder, Gerry? Goed. Die verzalen is er even Bassie, hè? Ja, je kunt het. Ja. Klopt, hè? Dit is klopt, hè? Bassie. Verzalen. Live it. Hey, hoef je maar morgen eens, hè? Ja, mooi. Ja, goed bezig. Woep, woep. Ja, ja. Mooi op toe. Babsie aan het trekken. Oh nee. Moet je synchroniseren, jongens. Gerry komt er even bij. Gerry, ik heb trouwens de game nog kunnen recoveren tot en met het laatste kwartier. Dus alle hooi, stro, alles is er nog bij Wolfie. Al mijn velden zijn leeg, al die velden bij Wolf staan vol. Oh. Dat lukt. Ja, echt hoor. We hadden opnieuw kunnen beginnen, hè. Nou, alles stond leeg, hè. Ja, alles stond leeg. Ook bij Wolf in die save game. Maar ik heb hem gelukkig nog... redden. Ja, ik heb in ieder geval nog een stuk naar voren kunnen halen, zeg maar. Dat is goed, is dit laatste kwartier missen we, Gerry. Nou, dat is wel te doen, hoor, niet? Ja hoor, dat is niet erg. Dat is de jongens doen even de velden bij hun. Misschien moeten wij straks nog even wat verkopen bij mij, Gerry. En als het goed is jouw, een van jouw zaaiers, die zwart met rooien, weet even op 15 gooien, Gerry. Dan heb ik 4 zaaiers op mijn veld lopen. Op mijn velden lopen. Die van mij weer even lekker vol hoor. Daar hebben we mooi voor zaterdagavond een mooi beetje combine en zo. Even kijken, Niels Kamstra. Mooi trekker, zeker. Het is een hele mooie trekker.
Dus ja, Kiki hoor, Kiki dwars een motorkapje heen. Geweldig. Ik weet niet of de game audio te hard zat. Laat maar even weten. Bij mij klinkt die vrij hard. Kom op, Pietje, goeiedag. Zitten de stallen ook nog vol voer? Dat weet ik niet. Ik weet niet. Dat wordt geen. Dat kan ik zo inzien. Ja. Eén wagen nog. Mijn peerden allemaal nog wel. Dat is allemaal nog. Die peerden binnen €8000 een stuk weer, Kerry. Drie kwart. Nou ja, dan missen we, dan missen we toch wel iets, Kerry. Maar ik heb het redelijk naar voren kunnen halen. Dag Ens, net thuis. Al wel schoon. Kiek, hoe bezig Ens? Welkom, kerel. Gisteren was alles bijna weg. Alles bijna weg, hè? Oh, vreselijk. Dus is gelukkig niet zo erg. Nee, precies. Dat is de laatste keer dat kan deze ook op helpen. Oh ja, in welk veld moest hij nog maar? 15 en 1. 15 en 14. Maar in veld 4 nog, en veld 19 nog, en veld 8 en veld 5. Dus we hoeven dan nog maar een paar keer wat zaaiers verzetten. Maar dan hebben we dat in ieder geval vol. Vol. Nee, wat moet je erin, hè? Kun je daar zonnebloemen bij doen? Noem niet, ja hè? Kijk nou. Ja, doe maar zonnebloemen en op 14 doe maar katoen, Gerry. Dan hol ik maar een beetje voor katoen. Katoen? Zo? Ja. Ruik hè? Nieuwe boxers nodig. Ja, precies. Nee, maar super jongens. Iedereen super bedankt voor jullie hulp. Nu hoef je even er niet eens. Tuxie, Go Modding, al die jongens die al meegedaan hebben. Ben en ik zal de onderwerp nog wat vergeten, maar in ieder geval super bedankt. Ens en Evert en Verzuilen en Jacco en Jeffrey. Super bedankt jongens, hartstikke goed. Ja. Kijk. Zo. Dan kan deze al bijna zijn gang gaan. Maar ik wil zo eigenlijk nog in wat verkopen, Gerry. Kan dat nemen? Het heeft iets van meter hier. Ik moet straks wel die ding vonden, hè? Van, Ja, koppen. Daar help ik wel even mee. Deze doe ik even de hand van. Dan spreek ik weer met die bruggetjes te knooien. Zo. Ben je weer met hand bezig? Ken nooit, hè? Nee. Geef maar weer maat. Waar begin je morgenavond? Ik heb nog geen idee, Scadia. Ik moet ook even kijken. Weet jij nog, Kerry, waar we vorige keer geëindigd zijn? Dat weet ik niet. Hoi, Kjeld. Dat weet ik ook eigenlijk niet meer. Dan moet ik even kijken. Maar kijk even op Instagram, hoor. Of we ben er nog niet lid van. Uitroepteken Instagram. Of een Discord. Daar stond ik ook aan. Staat in de top. Die weet dat meestal wel. Wie? Ben, waar zijn we vorige keer eindig? Of Jeffrey? Die weet dat meestal wel. Wat heb ik nou weer gemist? Goeiedag Jeffrey. Hallo, welkom iedereen. Nou, dan stopt hij zo nog even een keer bij de brug. Mooi, dat zijn misschien zo. Dat gaat mooi, hè? Ja, nou dat hij... Dat is direct zaaier, hè? Ja. Maar die paarden, Gerry, zijn ook al 8000 stuk waard, hè? Dat gaat mooi. 16 keer. Ook weer euro's, hè? Euro's. Wim, heb je Aaron nu al uitbetaald? Nee, dat moeten we nog even doen, hè? Aaron wil ook geld krijgen. Ja. Nou, ik moet eerst zo'n 2 ton aan Gerry geven, denk ik. Want. Hij belt al een traan op vandaag, hoor. Ja. Dat blijft mijn geld. Dat kan toch niet van zuilen? Wat zei je? Dat kan toch niet van zuilen? Nee. Gerry, ik zal even geld overmaken. Die jongen die doet zo zijn best. Vanaf zondag niet meer slapen? Nee. Alsjeblieft, Gerry, 2 ton. Ik ben gewend van hem, hè? Is goed, hè? 2 ton. Wat vindt hij? Mensen, druk even op duimpje. Super bedankt. Owen. Ik zit bij Woefjes in boerderij, hè? Oh, dan moet je weer terug, Stor. Ik heb een koude hal. Nee, dat moet niet, hè? Wie is nou de zenuwachtige... Die kan zijn gang doen. Ja. Wie is een zenuwachtige boerder? Ik wil het zeggen. Die kan wel. Jerry Leivert, hey, bezitter. Nou, je man. Laat maar mooi staan, hoor. Dat is ook wel goed, stel. God, mooie donatie. Hè? Hey, Miss, goedenavond. Al zin in zaterdag, Miss? Gerry wel. Ik wel, hoor. Hey, Gerry loopt de hele avond achter een paarse trekkertje op. Ja, man. Ja, mooi thumbnail maken. Nee, kom helemaal goed, wat leuk. Heel veel zin in. Ik ken die wagen. Hij noemt alle namen van mensen die geholpen de laatste tijd. Ja, klopt. Toch? Super bedankt. Willem, hoeven die je zoveel geld... Trek is een dure, misschien is er zoveel koeien te kopen. Groetjes Willem. Willem, we hebben heel veel koeien en heel veel aldegerij hebben. Man. Ik kom op. Waar moet ik heen? Ik weet niet wat ik moet doen. Ik moet naar veld 1. Die zaaien moet bijgevuld worden. Zo. Je weet niet wat je moet doen. Is genoeg, hè? Nee. Hij is nou al van de leg, Gerry. Dat is niet normaal. Dat wist ik. Deze moest bijgevuld worden. Dennis van Beek. Goedenavond, Dennis. Welkom. En Edwin van der Wouw. Hoe is het met jou? Lars. Wim, heb je nog een goede headset met microfoon?
Ja, ik... die ik hiervoor altijd heb gehad, in het begin. Ik weet niet, dan moet je eens kijken bij eerdere video's. Dat was de... Kingston HyperX Cloud 2. Dat was wel een... Maar ja... Ko vond hem niet bijzonder. Die had hem ook gehad, geloof ik. Maar ja, dat ligt ook maar net aan hoe die zit natuurlijk. Maar hij klonk volgens mij wel redelijk. Maar... Ik heb hem nou ook hoor, hij bevalt mij nou goed. Maar... Ik heb hem net een paar weken. Maar die Cloud 2? Ja. Ja, dat is goed. Er is niks mis met hoor. Dat klinkt dat netjes, ja. En zoals Bassie nou klinkt. Ja. Goeiedag, Heep. Goeiedag, Heep. Alles goed? Gehouden, hè? Houden, hè? Hola. Hey, Harry. Harry. Is me die helper in aanzetten bij Woofie? Ik heb zeker zin in zaterdagavond. Hartstikke goed, mis. Leuk. Handige Harry. Babsie ook, ja, Babsie zeker. Felix Stowe zijn we geëindigd. Felix Stowe. Nou, dan beginnen we door, boor, hè. Tim, kijk uit. Ik kook wel toe, joh. Oh, ik blaast een beetje, dan... Meteen de baas spelen, lieve zaal, Gerrie. Meteen de baas spelen, hè. Even ja. Gaan rijken. Nee, Gerrie. Ik kom hier om te werken, niet om te verhaal te vertellen. Die Wim, die doet niks aan wat vrienden knip, hè. Nee, nee, dat was zondag ook weer te merken, hè. Gerrie, toe even. Oh, ik sta vast. Welke trekker, Marieke? Oh. Hadden jullie ook lek? Nee. Ja, een beetje. Beetje. Zo. Welke trekker, Marieke en Bassie? Nee, ik weet niet, was nou most. Dan moet ik al bij appels nemen voor die. Nee, ik kies mij ook, en dat ik dat ken ook. Contractje. Ja. Ja, ik zit nou bij Woofie. Kost die dan, dag 90 euro. Snowbuddy, je kanaal net ontdekt via Snuffle TV. Doet het leuk. Dankjewel, jongen. Leuk dat je er bent, Snowbuddy. Als je bij... Welkom. Bij Woofie, meer dan mag je door meer. Oh. Daar kiest ook alles op bij appels, hè. Ja, maar dan ken ik ook gewoon... oh ja, dat is goud. Nee. Oké. Okay. Ja. Maar anders kun je Beyond Night spullen bij Apple. Heb al even op Dumpje gedrukt. Hoe bezig, handig, Harry? Het is jongens zaterdagavond, mis het niet, jongens. Dan komen de... Ik kom naar 12 toe, Bassie. Dan komen de boerinnen. Ik ben bij 7, man. Dat wordt leuk, jongens. Dus gaan we een leuke avond van maken. Ik red hier wel af. Zeker. Ja. Dan hoef je zo. Dus lijken jullie dat ook leuk, jongens? 7:30, zaterdagavond. Dan komen de boerinnen. Ach, jee, toch. Gerry huppelend over de... huppelend over de velden heen. Hebben ze nog een dresscode of niet? Nee. Ja, roze en paars drinkjes. Met mooie velletjes, Gerrie. Dat gaan we even regelen, hè. Ja, wat? Als maar geen vater is, hè? Nee, dat klopt. Snowbiddy, dankjewel. Goeie follow. Welkom bij Duitsly Dutch. Super. Epic Power HD, I'm live. Dag, Epic Power. Tot ziens. Kijk, dank Jitse, Robin. Hartstikke goed. Jongens, klasse. Kijk eens. Ik kan amper met de ogen knipperen of het is alweer weer. Ik zal een bikini hebben. Oh, doe dat nog niet. Daar heb ik nog echt... Wie moet nog meer volk hebben? Gerry ben kwiet, hè? Gerry ben kwiet. Die loopt over de velden heen. Joehoe, Babsie. Oh, vreselijk. Martijn, 1, 2, 3. Hallo Martijn, welkom. Goedenavond iedereen. Super tof dat iedereen er is, jongens. Leuk. Nou, deze redt zich wel even. Die ander die gaat daar als een speer vliegt hij over die velden heen hier. Die Gerry Pekel die gaat er overheen, jongen. Nou, deze loopt nog. Dat is 1 zaaier, 2 zaaier, 3 zaaiers. Op hier liep ook nog een zaaier. Oh, die staat stil. Kijk. Ja, en anders huwen we er gewoon wat bij, hoor. Ja. Trekken zijn er wel. Ja. Maar we moeten even voor spul vol hebben, een beetje, hè. Ja. Voor vrijdag heen. Komt goed. Nu zet ik zo weer aan bij dat stuk. Eerst even dit stukje doen. Papsie gaat als deze doek. Kukoe, hallo, hallo. Roscoe P. Coltrane. Wie kent hem niet? Kukoe. Het is alleen de vraag, wie is Ines? Ken je nog zo, Kenny? Ines, you dipstick. Ja, dat was een mooie serie, was dat hoor. Dat was toch geweldig? Ja. Ja, briljant man. Kijk eens jongens, die zaaimachines die blaffen eroverheen. Kijk hoeveel direct zaaier is dat geworden. Ik wil er eens een beetje meters mee afleggen met dat ding. Bram Termaat, hallo Bram. Is je broeder ook? Jasper de Vos. Wat zou er zaterdag gebeuren? We krijgen boerinnen, Jasper. Ja, de boerinnen komen. Gezellig. Een aflevering van Boer zoekt vrouw idee. Gezellig. Ja, zoiets ja. Ja. Nee. Twee boerinnetjes komen, die komen Gerry erbij helpen. Ja, Farmer YouTube, goedenavond allemaal, welkom. Mensen, druk allemaal nog even op duimpje, mocht je dat niet gedaan hebben, jongens, maak ik even blauw. En ben je nou niet geabonneerd en je vindt het leuk, we doen de ene week 4 keer, de andere keer 5 keer. Te beroerd om dag wat te doen. Nee, Wolf. Nee.
Maar dit... Dit is gewoon een mooi... ik wist dat hij dat... Ik wist dat hij dat ging zeggen, dat wist ik gewoon. Jazeker. Oh, vreselijk. Geweldig. Als ze weer thuis is, dan hebben we zo weer bier. Let maar op, als ik al zit. Dat duurt niet heel lang, denk ik. Denk ik. Nou, het is toch al lang mooi dat hij kan zitten. Ja, ja zeker. Ja, oh man, op verdorie. Ja. Hij zag er goed uit, hoor. Ja, hij zag er wel. Ik ben bij hem langs geweest, maar heel verschil met vorige week met die vlog die ik had gemaakt. Oh. Ja. Ja, maar zoiets hakt er wel even in, hè. Emotioneel ook, hè. Zeker. Je gaat even iets meer waarderen wat je hebt, hè. Dat het ook anders gaat kunnen aflopen. Ja, maar... Het is ook niet verkeerd, hè. Je moet een keer weer... Over dikke stukken dingen nadenken, dan krijg ik wat, hè. Zo, hoppakee. Robert de Maat, kijk toch het broertje. Oh nee, dat was die andere. Rood topje, strak blauw broekje. Oh, mooi Woef, hè. De stoel is onderweg, ja. Hij stoel besteld, Woef. Welke? Racer? Mooi man, hartstikke goed. Of hij een andere besteld. Ik ben er ook. Ja, kijk, hartstikke goed, jongens. Goedenavond allemaal. Alles kids, dat toppers. En Wim, heeft de bot al iets geprobeerd? Nee, die Lemken heb ik nog niet eens geprobeerd. En wij houden een beetje van reëel. Ja, nou ja. Ja, het is eigenlijk de kronen. Ja, het is een kroon. Het is een kronen, ja. Inderdaad. Het is ja, dolle mengelen. Lemken maakt dat spul niet. Ja, en dan ze wie er al. Nou ja, Boefie zo ook sowieso. Dan zijn we er al een beetje van denken van, oh, wow, mogen we dat nog maar doen, weet je wel. Hé, hey, Valli, goedenavond. En goed bezig, zegt WD. Jazeker. Nou, wat voor stoel krijgen we, Hoef? De... Hm. Wat bonjour eroverheen, jongens, dit. 28 duimpjes en 54 kijkers. Dat kan... Ja, jongens, druk nog even op duimpje allemaal, jongens. Super bedankt. Oh, iets terug in. Dat doen we alleen maar handmatig. Zo. Dan die, dan gaan we die kant op. Mijn duimpje heb je. Hartstikke goed, dankjewel Snowbuddy. En welkom bij Dusty Dutch. Hartstikke goed. Naartoe, Bas. Dankjewel voor je follow, man. Super. Ik moet even op mijn commandje. Ja, ik denk zet hem er vast neer, want ik ga op 12 beginnen. Ja, die heb ik al aanstaan. Kom maar in opzit. Oh, op 12? Rustig. Man, man, alles op te helpen straks weer zeker. Nee, hoor. Kom maar, die keer wel op helpen, hoor. Nee, hoor, deze moet zo even bijgevuld worden, een stukje. En deze moet even op... Maar even draait erin, op 19 gezet worden. Uh-huh. Maar dan moet ik dan zelf... Dan moet je die trekker hebben, hè? 19 moet ik behoorlijk veel zelf nog doen, omdat... Ja, ik moet even naar zo die tikken park bijna vol. Het zit een beetje raar in elkaar met die hoeken. Hoe doe je dat, Gerry? Doe jij eerst zeg maar de kopakkers zelf op 19 naar die side? Of doe je dat achteraf? Dat ligt er meestal doe ik er achteraf. Oké. Okay. Dan gewoon helpen erop en dan nou, het ziet twee keer rond of zo en dan... Oh, doen we dat. Maar welkom iedereen. Super tof. Morgen euro terug jongens, Felix Stowe, daar beginnen we. Heb je zin om mee te rijden? Op de repair bij Felix Stowe. Volgens mij is daar wel een repair. En anders wel bij het hotel of zo. Daar zijn we, maar meestal de repair. Dus heb je zin om mee te rijden jongens? Kom daarheen. Ik zal zo nog even wat spul verkopen. Wat. Ik heb er ook nog wat behoorlijk nog wat in. Ik heb niet alles verkocht van de week. Dus kijken of we dat weg kunnen... Bonjour! Staan er wat trailers staan er ook klaar? Ga straks even proberen om ETS MP mee te doen. Ja, is goed. Maar je moet, als je ETS MP installeert, moet je wel eerst 2 uur gereden hebben, geloof ik. Uit mijn hoofd, als ik het goed heb. Ja. Ja, anders kan je het nog niet installeren. Nee. Dan werkt het nog niet. Ik had wat, precies. Hoef. Ja, daar ga je even over nadenken dan, hè. Klopt, man. Maar volgens mij ben ik vergeten, heb ik er overheen gekeken wat hij zei over zijn stoel. Ja hoor, alles goed hier, Bram. Bij jou ook? Die zei je in ieder geval erg snel, Wim. Ja, 28 of 27. Kijk, volgens mij... Wat voor stoel kreeg je, Woef? Heb ik eroverheen gekeken? Stoel is onderweg, zegt hij. Morgen naar huis. Ja, man. Mooi, man. Top. Hé, hey, ik moet hier wezen. Ik word hier wezen. Deze moet mee. Ja, hij loopt 27. Dat is besteld. Ja, welke, Woef? Welke heb je besteld? Oh, een soort. Oh. Nice. Vreselijk.
Ach. Je wordt niet weer met, hè? Oh, het is opnieuw zaterdag, Harry. Het begint nou al. Nou, je kunt wel weer met zien. Laat ik met zien, laat ik draaien. Oh, vangrail. Kloot, vangrail. Terug gaat dat goed, Wim? Ja hoor, geen best, jongens. Mensen, druk allemaal even op het duimpje. Super bedankt alvast. Klasse. Kun je zwemmen? Ja, hij blijft wat drie. Ga je nog iets anders doen? We gaan de hele avond van alles doen, Robert. We moeten straks wat spullen verkopen. Ik moet even kijken of ik nog bij de beesten wat moet doen. Ja, we moeten zaaien natuurlijk. We moeten ook voorbereiden voor zaterdag. Nou ja, bij Wolf moet alles er nog af. Dus dan gaan we straks ook nog even helpen. Misschien dat we nemen even een klein veldje. Op veld, wat was dat geel? Veld 13 of zo, daar bovenin, Gerrie, op veld 10, daar ligt ook nog gras op, of niet? Dat andere weggehaald, maar ik weet niet of dat er nou nog ligt. Ja, weet niet. Veld 10 ligt voor mij op 23? Ja, bovenin ergens op de map. Ja, 23, voor mij ligt dat er nog op. Ja, daar moet er dan nog af, en dan moeten we eigenlijk kieken, Gerrie, toch misschien even kunnen strontje rieën straks met twee man. Dan 24, 25 en 23 hebben we mester. Had ik gisteren ook een heel stuk gedaan. Oh, je bent al het strontje rieën geweest? Ja, maar daar heb je niet. Dat is allemaal op klaas gebeurd. Ah. Dus dat kan nu nog niet. Ja, nu wel, bedoel je. Dat heb ik nou ook eens. Daar had voor de zijmachine eigenlijk in gewoond, hè? Ja, dat klopt. Ja. Nee, maar ik bedoel die grasvelden bij Woef. Oh ja, die dat weilanden, kan wel. Toen we die even bewesten straks hebben ofzo. Ja hoor. Ja. Dat is wel even leuk toe. Ik haal 13 koolzaad er ook af. Ja hoor, dat moet allemaal naar Woef zo'n ding, hè? Goed zo. En Aagman, ik ben kilt een ploeg op zeker? Of zaai je in één keer en ploeg je in één keer? Nee. Ja, ik cultiveer al eens. Ja. Dus waar geploegd moet worden, dat moet in ploeg. Ja, dan moet je een magisch stemmetje erop gooien. Ja, ik moet even kijken in de... Even kijken, hè. Ja. En door de Robert die rugstrekkers. Ja, heb ik zo. Juist. Maar die kan gewoon be nicely op de plaat. Ja, je stopt in Gerio. Nee, ik ben nou bij je Woef. Nee, dan niet, denk ik. Dan moet ik ook contract geven. Waar hebben we? Zou je hem kijken? Ik heb nog zo'n Agri-sim. Basie. Toegang contract. Ja, je hebt contract, als het goed is. Oh, dan ga ik even naar achter. Chat. Gaat goed, hartstikke goed, Bram. Goed om te horen. Kun je zwemmen? Ik kan wel zwemmen, ja. Gaan we op terug, Robert. Is goed, Weet Babsie wel. Over de stoel bedoel je? Ja. Oké, gaan we op terugkomen. Oké, ben benieuwd. Maar blij mee met de stoel, Woef. Olle Gier zit er goed te weer naar huis, maar Woef, ja zeker. Ik werk ook bij een boer en die doet veel in met melkveekoeien. Boerenknecht ben ik dus. Akkie. Jongens, allemaal een duimpje omhoog. Nou, geweldig. Dan gooi ik deze maar op 19. Zo. Kan je die trekker helemaal op 15 helemaal weer passeren? Op 15? Ja. Ja? Yeah. Ben je eruit? Ja, hoor. Goed zo, 15. Op helpen. Geet hè, Nerry? Mooi bloesje, ja. Klaar, hè? Maar luivert, wat een smok, hè? Ja, was niet mijn helden. Dus heb niet alles opgeslagen. Nee, maar niet zo, joh. Kom wel goed, maar. Nou, maar ja. Blij dat we een mooie stoel hebben kunnen kopen, joh. Top. Iedereen nog bedankt daarvoor, jongens. Was een bijzondere zondagmiddag. Ik moet naar de silo. Dat is... Welke is dat? Deze? Nee, die. Andere kant. Sorry. Hier dan. Hey, wat is mijn zaaimachine? Heb je die zaai... Oh, die is al trouw, ja. Slim is. Ja, iedereen bedankt. Ja, super toch? Hey, Noahtje. Goedenavond. En Martijn. Willem Rijlaarsdam. Ik wil ook werken. Kijk, goed bezig. Morgen jarig krijg ik ETS Landen DLC. En nog een paar andere. Heel mooi, WD. Dan kunnen we wel even zingen. Doe morgen nog een keer. Doe morgen nog een keer. Kijk, en muziek. Gefeliciteerd. Heb je dingen zitten lopen in de dingen? Ik doe bizar, ik weet het niet. Oh, die zaaien. Nou, ken dat wel. Oh, nee, dat wacht maar live. Basti, 7 en 12 staat hetzelfde op. Dus die kan die keeper zo meteen heen en weer blijven rijden ertussen. Ja, daar was ik ook van plan. Ah, jij ook al.
Even kijken. Graag gedaan, Wolf. Ja, nee, we stoppen. Hey, Peter Wolsing. Dag Peter, jongen. Goedenavond. En Petsat, boer. Mooi game. Tjonge, jonge, jonge. Was toen geen moeite. Je helpt elkaar. Waar dat kan, Wim. Ja, nou ja. Ik vond het een bijzondere middag. Echt waar. Was gaaf. Ja, zeker. Dat was heel gaaf. Wim? Ja. Veld 8 in mijn werker? Ja. Oh, doorgaan, Wim. Kom op. Ja, daar is een tempo gewoon, erin. Hé. Hey. Daar ook wat dan, Maas. Normaal zit een beetje een trekkertje. Wat ja. Zo? Zit een beetje een trekkertje. Denk goed naar wat je zegt, Pekel, hè? Want ik stroom hoe zaterdag af, hè? Dames en heren, zaterdag, voor degenen die nog niet weten. We kregen boerinnen op visite. Mm. Oh. Gerry is nou van de leg. Gerry is nu al van de leg, hè? Slupt er nu al niet meer wat. Klap, hè? Hoi, kill. Nou, jij ook wel een beetje, Wim, want je wist net wel niet meer precies wat je aan het doen moest. Moeten we nog ergens mais zaaien, Gerry, of niet? Wat doet dat, die korrels? Levert dat nog wel op? Moet mais... Ja, dat is nooit weg hier. Dat dacht ik, of niet? Dat kun je altijd nog een keer gebruiken. Ach, vier, mais, dat kan ik wel gebruiken hier bij... Ja, ik gooi... Weet je wat ik doe? Dan gooi ik 19 wel met mais, Gerry. Hoef hem ook niet in één keer helemaal leeg te trekken, hè. Kan ook in twee keer, hè. Hoe heb ik kijken, zei... Dat ik moet een beetje een veld hebben dichtbij Robert, hè. Dan was... Ja... Dan moet wel zo ver rijden. Hé, klopt. 19. Kan dat of is dat te ver? Ja, dat is wel weer direct zo'n enorme veld, hè. Ja. Als moet straks 13 eraf halen. En 13 betekent... 13 en ja, 13 en 10. En 13 weer volzet. Ja, die is groot genoeg. Ja, 13 en 10 dan, zeg maar. Achter de boerderij. Daar heet helemaal dicht bij huis, toch? Daar heet naast de koeienschuur liggen. Chris Hofman, welke boerin er dan? De vrouw van Wolfman, of aanstaande vrouw van Wolfman, en de vrouw van J-Tech. Miss J-Tech. Ja, die doet vrijdagavond mee. Of zaterdagavond, sorry jongens, vanaf 19:30. Hou ik door in de gaten. Ja, want zondag kon ik daar ook al net mooi rennen met veld 9. Ja. Ja, precies. Ja, daar doen we dat. Doen we wat, gewoon wat dichterbij, Gerry. Is goed. Zo. Ja, het merkt op zich niks uit, maar dan ben je... Nee, je bent altijd... Ben je wel een tijd onderweg. Ja, klopt. 13 gaat er nu vanaf, Gerry. Ja, daar ben ik niet mee bezig. Dat kan eventueel 13 of 9 of 10. Ja, dat maakt ook niks uit, hoor. 13 mag ook. 10 sowieso, denk ik. Oké, zo meteen gelijk door op 13. Wat ga ik hier opzetten dan? Nou? Jekker zo heet. Zonnebloem. Is er nog een keeper over? Pas wel. Ik ben er ook nog wel een vrachtauto's. Ja, die mag ik ook gebruiken? Ja, zeker hoor. Dan ik krijg de instructie om die niet te gebruiken. Nee, we kregen de instructie vanuit, hè? Ja, ik ga niet zeggen van wie, hoor, Gerry. Om toch straks nog helemaal worden verkopen. Ja, maar ik heb 4. Hoe heet de 4? Ja. Oh, sommige wat een spul die man. Het is een loonwerker, hè? Die heeft spul gewoon. DX Racer Racing Pro R31. Deze stoel is in bestelling weer. Pie, hartstikke gauw bezig. Dit is ook een Racing Pro die ik heb. Dit is dezelfde woef. Racing Pro. Ja. Kijk. Goed bezig. Nou, dat werkt. Wat geeft die zaaien hard, Gerry? 30, hè? Ja, 35. Ja. Oh, zo net zaten hier op 30 kilometer. 35 winnen. Ja, maar Wim is niet zo zwaar, Gerry, dus dan gaat hij harder. Ik schroef hem even iets terug. Zo, ik zet hem op 30. Zo, die kan zich aankomen, dat redt hij wel, dus ik genoeg zwaar in. Gaat hij hier al draaien? Dat mist hij niet. Stop maar, stop maar. Wat is dit nog even? Zeker weer met die brug. God, moet ik kijken, want dat ken ik helemaal niet. Oh. Je zit zeker weer op je ene veld. Ja. Ja, dan moet je hem zelf doen, hè, lieverd. Ja. Oh. Goed, even langs die bruggetjes op, hè? Ja, dat weet je, hè? Ja. En nog doet hij de werken erop, hè? Ja. Ik was even dat bruggetje vergeten, Gerry, hoor. Hé, wat ben je lelijk tegen mij weer? Dat vind ik jammer. Ja, hij is gewoon eerlijk. Dan wordt de pro, Wolf. Ja, maar het zit goed, Wolf, hoor. Echt, het zit perfect. Het begin is wel even hard, maar ja, dat moet even... Oh, ja, eerlijk. Pekel. Wat ook, hè? Pekel, dat bedoel ik niet. Oh. Voor het beste resultaat, toch, Gerry? Klap, hè. Pak die nou wel alles? Ja, dat komt goed. Laten we ze gang maar gaan. Goed. Dan hebben we hier nog... Is er al een zaaier ergens klaar? 5, die is weg. Die is ingezaaid.
hier gaat ook wat fout. Oh! Gauw moet je slopen met het spul. Ik weet dat het zit. Beert Timmermans. Goeie, Gary. Zet hem op. Ja, zeker. Ja, wat, Ben? Ja. Mensen, druk allemaal nog even op het duimpje, mocht je dat nog niet gedaan hebben. En heb je dat al wel gedaan? Bedankt. Ben nog niet geabonneerd, jongens. Druk even die knop hieronder. Ik denk dat er zo weer 2 ton bij opkomt, hè? Wow. Want je rijdt me misschien ja. Zo in de sloot. Nou, valt mee, Gerry. Valt mee. Valt. Ja, daar krijg ik wel schade. Ah, door. Valt mee. Ja, zonder pardon ook, Gerry. Voor zorgen of het redding niet is, maar dit veld niet afzaaien. Zo, drama in Sloot, ja. Oeh, stop. Wat doet hij dat nou weer? Ga je nou weer de sloot in? Nee. Dat niet. Nou, rijden we zo wel even. Wat heb je toch met die slootjes? Niks, oh jee, even zo. Ja, klopt hè. Ja, ik heb iets ja, dan moet ik chat lezen en dan lig ik in de sloot. Wolter Strijker, mooi Wolter. Jij ook nog bedankt voor je follow voor de laatste keer, jongen. Super tof, bedankt. Echt wel goed gesproken, Gerry. Laat hem op het zaal, zeg Ernst. Oh. Ja. Nou, beter, vriend. Hier, daar hessen we. Sander Huls, welke Euro Truck 2 heeft Lars? Welke Euro Truck 2 heeft Lars? Euro Truck 2, hè? En alle landen DLC's, hè? Dat zal waarschijnlijk het zijn, ja. Ja, morgenavond, jongens, gaan we ook Euro Trucken. Heb je zin om mee te rijden? Brit in Engeland, Felix Stowe. Och. EU3. Iedereen kan meerijden. Maar ik wacht niet te lang. Alleen het is wel handig dat je alle landen DLC's hebt, want anders is dat niet, ja, daar kan ik geen rekening mee houden. Crossen gewoon in heel Europa door. Nog, misschien red ik het nog. Nou moet je al vragen, kunnen we daarheen of niet? Dat is ook nog zo in het. Ja, dat is ook nog zo. Sascha de Boer, ja, goedenavond, hoe gaat het met u? Nou, Sascha, zeg maar je hoor, maar het gaat hartstikke goed. Welkom Sascha. Dankjewel. Wat aardig is iedereen weer vanavond, Gerry, hè? Oh! Zeker. Ja. Behalve jij, hè? Ja, ouwe. Ja, klopt. Jammer. Goed, we nemen afscheid van Vazal dan vanavond. Vriend. Vriend. Factuur komt nog achteraan. Scandinavië of iets anders. Volgens mij heeft hij ze allemaal. Ik weet bijna zeker dat Lars ze allemaal heeft. Ja. Ja. Jee, Agri, hoe moet je geld cheaten? In de XML-files, hè? Ze gaan naar mijn documenten. My Games Farming Simulator 19. Daar zoek je game XML op. Je open je in Notepad++. Zoekt naar money, verandert het, opslaat, klaar. Ja. En daarna de game. Op dit moment niet, Robert. Nee, dat vergeet hij te zeggen, hè? Mensen, druk even op duimpje. Super bedankt. En jongens, mis het zaterdag niet, hè? De boerinnen komen voor zaterdagavond. 2 boerinnen. Oh. En welke? Het is maar goed gesloten hebben, Gerry. Dan kunnen we af en toe zijn met de grond in. Ja, nou ja, krijg je na zaterdag toch eindelijk geen nice in, Gerry? Ja. 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 Hey Claudia, goedenavond. Bye Claudia, Lloyd. Hey Claudia. Hey Kiel. Bezig, Gerry. Rustig, Gerry, rustig. Kalmte kan je redden, hoor. Bij jou? Ja. Nou, dan moeten we deze nog afvullen. Dan moeten we deze hier nog hiernaast nog opzetten. Opletten. Zo. Die jongens die hebben allemaal een koud bijtje nodig. Ja, van mij. Allemaal, Gerry. Ja, ja. Ik nooit. Ik doe niet, Basje. Maar dat in de chat. Oh, ja, ik zie het. Basje, lieve heitenbaden. Zo heet mogelijk. Met die sauna bipsters van hem. Ja, hoor. Ja, hoor. Oh, geen koud badje, hoor. Dat wordt denk ik gewoon wat douche. Dat is makkelijker. Ja. MTS Beko heeft er een filmpje over gemaakt hoe je geld moet cheaten. Ja, Lars ook. Lars heeft ook een filmpje ervan gemaakt. Het is niet zo moeilijk hoor. Moet even weten. Volgens mij is het gelukt. Volgens mij is er ook al zelfs een mod voor. Hij die erin gooit, je gebruikt die combinatie dan. Dat kent dat ook al. Nou, in bijval deze. En dan gooi ik deze wel op 4. Albert, super lief en tof. Merci voor de autootjes voor rijden. Ja, graag gedaan. Kiek. Die zijn ook altijd klaar, hè? Dan mag ook een keer bedankt worden gegeven. Nee. Zo.
Zo, die vol. Hey, lieve 62. Dag, hallo. Gerrit begint nu al te grommen, ja, met het is pas woensdag. Genau. Ja, maar het zit ook warm op. Ja, het is dolle duke. Het is dolle duke over het vanavond. Ja, maar ook in weten van hoe. Ja. Het is dolle duke over het, Gerrit. Nee, maar dolle duke op. Waar komt dat nou weer voor, zeg? Ja, dolle duke over. Ja, dat is alleen een term die Wim kent, hè? Oh, ik kon hem nog niet. Ja, was echt leuk die van Zuilen op bezoek. Ja, alleen die stem op de gang hoeven. Nee, was tof. Nee, was tof. Zeg dat uit de harde, Wim. Nou, ik ben blij dat Woofie weer naar huis mag, jongens. Ja. Ik kan eindelijk weer een beetje vooruit kijken, man. Een beetje dommer naar bed liggen. Het heeft allemaal al veel te lang geduurd, man. Hij moet nog voorlopig op bed liggen, hoor. Ja, dat zal ook wel. 6 weken bedrust, zei ja, hij vanmiddag. Ja, maar zou je dat toch helemaal anders? Precies. Je eigen dingetjes. Misschien krijg je ook wat therapie aan huis en zo. Well, ik zou het hebben moeten uitdagen. Therapie van Babsy? Ja, ook. Ja, nou, dat is nog veel te vroeg voor volgens mij, hoor. Dan is het zo weer klaar, hè? Ja, hoor. Ja, hoor. Dan is het zo weer over. Klopt. Dan wordt in Groningen één rek. Ik zei vanmiddag ook tegen Babsy, ik zeg, ik zie zo die Albert hier de kamer binnenstap met taart. Ja, net voordat ik binnenkwam, twee tellen dat ik binnenkwam, ja. Mooi, hey Nathan, goedenavond jongen, welkom. Leuk dat iedereen er is jongens, super bedankt. Druk nog even op duimpje als je dit leuk vindt. En denk je van, goh, hier wil ik al vaker wat gezien, dan zou een abonneertje ook leuk zijn. Ik kan me niks meer voorstellen. Ah, maar die stoel die hij zo in elkaar staan, hoor. Valt mee hoor, dat is zo gebeurd. Ja. Aan het eind zit een bruggetje voor. Nee, die kan pas. Dus tussen kan ook zien gaan gewoon. Hoppala. Even kijken, deze is inmiddels helemaal ingezaaid. Eén is ook klaar. Pakken we die ook even mee. Niet helemaal, zie ik. Dus dan doen we nog wel in zelf wat hier. Zo. Hey Roy, goeiedag joh. Hey Roy. Morgen Roy. Een keer of 5. Hey, maar therapie bedoel je, hoe? 5 keer. Zo. Oh, dat pakken ze wel aan. Hey mooi Roy. Leuk dat ik even langs kom, jongen. Zo. Maar deze zou eigenlijk ook even afgevuld worden en dan moet deze eigenlijk even naar, als het goed is, naar veld 8. Oh, ja, 8 was ook leeg. Ja, die is leeg, hè? Ja, die hebben we net leeg gehad. Moet dat nog een ploeg worden? Ja, daar zit die ploeg al op, die heb je al aangezet. Oh, die is die ploeg aangezet? Ja. Oké. Okay. Oh. Klopt je er weer? Ja, hoor. Heb jij nog tijd over, Albert? Ja. Eén naar 7 toe. Eén die komt mij leeg, maar ik heb maar één rond. Hij laat me te veel staan. Sascha de Boer, kun jij een keer Fortnite met mij spelen? Ik heb net twee keer koppakken gedaan. Nee, sorry. Dus, beide kanten. Ik snap dat jullie Fortnite leuk vinden. Bezig. Ik zal groter. Ik heb helemaal niets met Fortnite. Ik vind het een groot drama. Met dat bouwen en zo. Het is, PUBG, dat doen we wel. Dat spelen we ook wel. Maar Fortnite, nee jongens, dat is niet mijn ding. Ik snap dat jullie het leuk vinden. Het concept is ook al goed bedacht. Maar ik heb daar helemaal niks mee. Echt totaal niet. Ik ken het ook niet, ik heb het één keer gedaan, nou, ze belden van Fortnite zelf van of ik er alsjeblieft mee wou stoppen, man. Dat zal nooit wat worden, zei ze. Jullie lopen steeds vast op tablet. Nou, volgens mij, ik heb niks veranderd. Robert heeft er geen last van. Ja, Robert heeft geen last van. Je zit op een tabletje, toch? Of niet? Ja. Ja. Leg even de combine van op 13, Basin, dan kom ik die kant op. Ja, deze gaat vol staan met sojabonen, die kunnen nog verkopen. Nee, dat is stilstaan namelijk. Okay. Gerry, ben je in de buurt bij Woef? Hij kan ook wel even flinken anders hoor. Zeg deze even stil, deze is bijna vol. Ja. Wil je eens even kijken, Gerry, door in die silo's, wat, of door nog wat in zit? Omdat we die gelijk die kant op. Omdat we dat terug hebben gezet, jawel. Of door nog wat verkocht worden.
Ligt denk ik aan het tablet. Nou, ik denk, nou, in internet misschien. Hey Michael, goedenavond. Welkom Michael. Lars Engelbert serie. Steel game headset is in de aanbieding voor 50 euro. Kost normaal 85. Wat denk je daarvan, Wim? Of dat een goede headset is. Wolfie heeft een Steel series, maar die hebben denk ik nog, nee, die hebben nog niet kunnen gebruiken. Dus, hij heeft hem wel. Hij heeft hem wel, maar hebben hem nog niet gebruikt. Dus ik weet niet hoe dat is. Ik durf het niet te zeggen. Zoals Bassie, die heeft nou die Kingston Hyper X2 op cloud ding toestand babbel. Ja, met 1.7.1 surround babbel. Ja, zo'n klopt. Kleine 90 euro. Nee. Via Mediamarkt. Hij heeft alleen de zonnebloem. Verder niets. Oké. Voor de rest is alles nog leeg. Oké, goed zo. Ja, dat is ook het laatste wat verkocht heb ik gisteren. Dat is echt het laatste kwartiertje. We hebben nog aardig. Nog aardig kunnen redden per dag. Ja. Voor hetzelfde geld, hij al die mais en dat stro allemaal wat over doen vanavond. Hè. Ja, want jij hoe je meer draagt, dat was alles weg. Dat was weg geweest. En de dieren ook, die stond meer. Daar stond maar een klein balkje mee. Alleen hoeveel koeien heeft hij nou? Als ze die 100 die maanden verkocht hebben. Ik ben nog 7 bassen. Zijn die al wel weg dan, die koeien? Ik kijk werken. Hem al. Ja, zeg maar werken en hey Greetje, goeiedag. Als ik deze, dan gaat deze, kan deze zich wel eens trainen. Oh, dan pak ik gelijk 12 ook mee hoor. Het staat toch zelden op. Baby. Nee, ja, dan moet je maar, wat ik zeg, ik ben vol. Daarom, ik heb vrachthout op de andere kant staan, dus ik kan ook even overspringen hoor. Hoeveel laat hij ongeveer weer? Ja, ik rij wat ik moet. 578 of zo. Heeft hij niet meer. Onder de 500 zit hij. Ja. Ja, dan is dat goed zo. Dan zit de 100 verkocht. Dat is wel prima, ja. Maar dat mocht ook, hè, zei hij. Hè? Ja. Het is niet bij, dus als die update niet gauw komt, is het niet bij te voeren. Staat er liters ook bij, Gerrie, hoeveel voer er bij die beesten staat, of niet? Goh, joh, dat gaat me bakken in, jongens. Ik moet naar bed, doei. Robert, slaap lekker, jongen. En tot de volgende. Het scheelt wel 40 euro. Ja, het zal heus geen slechte headset zijn. Echt niet, Las. Nee, hoor. Het is maar net een waar je mooi vindt, waar je zelf een goed gevoel bij hebt. Hakselenboer, en je moet hem ook op. Als je hem heel vaak op hebt, dan moet hij ook goed zitten, hè. Onderschat dat ook niet. Hier, dit wordt geploegd worden. Best je al over de miljoen heen. Liters. Ja. Voor 400 koeien. Voor 400 koeien. Nee. Hey. Voor 250. Hè? Jazeker. Het is pekkoe 4000 liter voer. In 10 dagen, dus dat is... Die andere waar 228 bij staat. Dus dat is 400 liter per koe per dag. Daar moet nog meer dan 500 zon heen. Oh, nu nog? Nou nog. Ja, even doorgaan, Wat was erin, heb je? Daar moet... Dat geeft zijn gang wel. Dit geeft ook zijn gang, dat geeft zijn gang. OE en ijs. Compleet gemengdrasson. Deze is ook verloren. Oh. Zet deze nog even aan en dan gaan we straks weer wat van verkopen. Voor Shelby is ook nog 500 ton mee. Och, even kijken of er bij de schapen nog gevoerd moet worden. Ik heb een Logitech 933, werkt ook goed. Ja, prima, dat werkt ook goed. Dus. Ja hoor. Morgen ben ik er ook weer. Robert, welkom. Hartstikke goed, jongen. Dan ben je weer welkom. Thijs, Gerry, Twitch TV, Amorantje invloeren. Zit die tunnel door op je Amorantje? Ik kan het niet. Oh. Ja, kind had je wel, wat er allemaal dat ding groter is, die zult. Wat is daar gebeurd op de map bij Veld? Morgen gesproken, Ray. Welke wolf? Oh, hier, er is doorheen gereden. Kijk. Dit denk ik, ben je dat bedoeld? Lekker bakje koffie in je eigen huiskamer, wolf. Ja, zeker man. Zo ben je het, toch? Zo, drie kopakketjes. Ik weet dat deze drie nodig heeft. Ja, bij die andere velden moet wat eind dan maar twee keer rond knallen. Het is niet anders. Het is ook zo hard, man. Ja, dan zou je wonen nog gelost worden. Was ie? Nee, ik heb hem gelost. Ah, oké. Al een beetje heen en weer, hè? Ja. Ik heb maar zoveel tap. Hoe laat? Hij heeft al tijd dat je naar huis mag, hoeven we niet. Weet je al hoe laat?
Zo. Zo. Ook deze keeper weer bij 9 erbij zetten, Bas. Half 11 of zo, oh, dat is een mooi tje. Dat is goed. Ja. Oh, dan ben je mooi met de, dan ben je mooi thuis. Met de lunch. Ik heb meteen aan de heksenkers, Roef. Woe! Ja, man. Lekker 12 uur tussendoortje. Zo is het. Op een of andere manier heb ik hogere MS vandaag, Kerry. Jij ook? Nee. Schiet bij mij af en toe 30 in. Mooi. Paal op zich mee. Ja, ik let er nog een beetje op met dat gedoe van gisteren. Mensen, druk even op het duimpje, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Super bedankt. 49 alweer, Wim. Kik. 49 duimpjes alweer. Oh, top. Nog geen uur bezig, hè? Nee. Super. Nee, super bedankt, jongens. Thank you. Dan loop ik wel naar de andere kant. Zo. Ja, maar dan moet je niet op kwart over 3 wakker worden. Nee, dat klopt. Daar is het ook weer gelijk, hè. Och, als ze bio bij die groter wordt, dan doen we zelf, zegt Thijs, als we een kruwagen willen hebben. God, wat stoer proor van die tunde. Ja. Och, ja, vreselijk hoor je dit. Chabo, ben er ook weer. Ja, hartstikke goed. Nice. Welkom, jongen. Hartstikke tof dat iedereen er weer is. Jongens, zaterdagavond, schrijf dit agenda. Dan komen de boerinnen, 2 boerinnen komen ons helpen. Ja. Hé, Gerry, je kunt niet wachten, hè? Nee, was maar zaterdag. Hoeveel naaien is dit nog? Ja. Dus blijf lekker wat langer hangen nu. Goed, goed bezig, Hoef. Hoeveel combines heb je daar lopen, Bas? Op 12? Kijk, dat... Hey. Oh, dat stuk kan ik nog zelf doen. Ja. Ik haal er nog even een tweede bij, dan... Ik liep wel lekker hangen, jongen. Ik zag ook nog een vrij staan. Ja, ja, mooi, man. Hè? Wacht, tussen een mooi nieuw headsetje. Naar je stoel, Hoef. Pop, man, die kreeg een hele frisse nieuwe start, man. Ja. Oh, bezig, doe. Hoef met 2.0 straks, ja, hè? Ja. 39,8, hè? Of 39,5, wat was het? Je hebt wel een apart bed, geloof ik, of niet? Beneden of zo. Ja, die heeft hij. Ja, dat heb ik die matras te maken, natuurlijk. Ja. Niet zomaar op een andere matras liggen. Dat is zo'n cumulus matras, of niet? Zo'n opblaasbaar ding is dat. Is een pomp eraan, of niet? Dat weet ik niet. Dat heb ik niet. Goed, thuis, zo'n beweegbaar, hè? Ja, cumulus, of weet ik hoe dat heet, zoiets. Hoe? Cumulus, of zoiets. Cumulus matras. Dacht ik, hoor. Mijn dochter had het ook. Zo. Oh, dan hebben we alweer vrij vlotte velden een beetje voor elkaar, Gerry. 39,5, ja. Dat was het. Eén keer terug zo, dan kan de helper erop. Dan kunnen wij even school verkopen of even bij die andere zaaiers, waar we even de buitenranden zelf nog in moeten doen. Dat is dan helemaal niet anders. Zo. Een stukje terug zo nog. Cumulus, dat zijn wolken. Ja, nee, maar dat klopt. Deze wel de huis, denk ik. Ja. Oeh, la 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 la. Oeh, la la la. Disco dancing. Oeh, la la la. Klassiekertje. Ja. Ja, de bowlingavond komt ook dichterbij. Dan moeten we eerst maar eens even rustig bekijken. Hè? Ja, daar vanmiddag heb ik al over gehad. Heel goed. En dan stellen we dat gewoon eens. Dat gaat ook gebeuren. Ja, laten we eerst maar even kijken of Eddie komt. Een week van tevoren kon het nog, of niet?
Ja, ik bel er morgen gewoon even voor. Oh, je gaat sowieso verzetten. Of je gaat vragen tot hoe lang je... Nee, ik ga sowieso verzetten. Vanmiddag hebben we nog even erover gehad. Goed. En Wolf zegt zelf ook inderdaad van, dat gaan we gewoon verzetten. Dus waarschijnlijk richting einde van het jaar worden, maar... Oh, dan pas. Mooi winterprojectje. Dan pas. Ja. Ja, je hebt ook een Nicel heb je nog tussen zitten. Je hebt nog een barbecue ergens zonder gas of met gas. Ja, je kunt ook dan... zeggen van we kieken gewoon hoe hoef je opknapt. Knappen lekker op, dat is een telefoontje is geregeld natuurlijk. Is zo geregeld. Dus, Ja, maar hij moet wel een tijdje in die auto zitten. Ja. Ja, dat vind ik wel een beetje redelijk op zijn been zitten natuurlijk, hè? Ja hoor, zo eerst. Je bent zo 10 uur verder, hè? 2 uur rijden. 4 uur daar zitten minimaal en dan nog 2 terug. Nou, dan zie ik op 10 uur zo. Ik kom met een tweede combine richting 12. Heel erg goed. Ja, dat is goed. Ik moet nog 6 weken bedrust. Ja. 7, die maak ik zo in mijn leeg. Dat liep niet. Die kan hem dan misschien net houden. Dat liep me ook wel. Wat moest er ook nog wat op het veld gebeuren trouwens? Ik ben daar wel aan in zaai, als een mal. Wat moest er nog wat gebeuren? Goeiedag, Emion. Mensen, druk nog even op duimpje. Mocht je dat nog niet gedaan hebben. Heb je dat al wel gedaan, bedankt. Ben je nog niet geabonneerd, jongens? Druk even die rode knop. Ik weet niet, moest hier nou nog wat op dat veld gebeuren? Ik dacht het niet. Nee, hartstikke goed. Kijk, 19 gaat ook mooi. 13 is bezig. Ja. 9 is ook aan het ploegen. 2 is ook bezig. 12 gaat er vanaf. 2 is klaar. Eet is klaar. Die jongens zijn beter bezig als jij, Wimpy. Ah, geen... Ik wilde zeggen, wat is Wim aan het doen? Niks, aan het doen. Niks. En kijk. Bender knippen, ja. Dat is, ook dat is wel zijn specialiteit natuurlijk, ja, hè? Ja, daarop. Dan moet je niet onderschatten. Dat is ook veel werk. Ja. Ja. Oh, ja, voor zo'n klein mannetje wel. Ja, dat bedoel ik. Wimpy! Mooi. Lijfert. Ik ben er een kwiet. Door loopt er één, hier loopt er één. Lopen ze, dat is niet de bedoeling, dat ze gaan lopen. Dan mis ik toch nog een zaaier, of niet? Oh, op 19. Dan loopt hij sneller. En hier loopt hij sneller. Oké. 19 gaat redelijk snel. Dan gaan we eerst even wat verkopen. Wat ben ik hier? De bierboerderie. Jammer. Gaan we eerst even spul verkopen. Andries Verloop, ik weet wel hoe je vloeibare best moet cheaten. Ja. Daar heeft volgens mij Blokje ook een tutorialtje over. Maar ik zal even kijken of de prijs nog bij de trainer center hetzelfde is. Want dan brengen we dat daar naartoe. Mensen, druk nog even op duimpje. Super bedankt. Blokje, mooi, daar heb je. Ja hoor. Oh, die blok een duizend. Mooi Blokje. Hoe is die? Ik ben er ergens mee bezig, hè. Ik ben echt. Ja, doe maar rustig aan. Wil je ook meer Bassie? Ja, dat ken ik wel. Even kijken of die prijs nog zo. Echt maar. Of was waar anders nou? Nee, hij is toch stil. Ik denk, ik zal mee naar weer schoen, maar ik spring er net in. Kijk maar, een beetje deur. Kijk maar, periode. Je zit al 18 per stuk weer. Ga goed. Keyline is binnen, alleen DP-kabel is tekort. Ja, dan moet je hem nieuw halen, Lars. Hij zat van erg vaas, ik moest hem niet meer helpen. Oh, nou, was dit er weer, hè? Ben ik eruit, mooi. Ja, man. Passie, hè, Gary? Mooi, hè? Ja. Hou mijn best, jongens, op. Ik kijk naar je. Leuk je even langs, koppen wel, Lars. Drop, man. Top, man. Zet nog helemaal op duimpje, jongens. Jemig, wat een prachtig die keylight. Ja, Pers. Het is ook zo. Wat zo verrekte handig is bij dat ding. Dat je gewoon op je bureau kan klemmen, hè. Je hebt geen driepoot of zo in de kamer staan of zo'n groot ding. Het is gewoon een klein compact dingetje. Maar moet dat op dezelfde manier? Weet ik niet, Andries. Dat bijvoorbeeld niet wel Blok. Hoe doe je dat? Hey, Blok heeft daar een videootje van gemaakt. Moet je hem kijken op zijn kanaal. Mass Cheat. Volgens mij heeft hij daar een video. Koop. Ja, koeien kopen, hè. Varkens kopen. Ja, een beetje vreten erin en dan schieten ze vanzelf. Ja, een beetje BGA. Ja. Ja. Zo.
Hoppa, euro's. Euro's, Jerry. Euro's. Dus jongens, voor degenen die dat niet weten, jongens, zaterdagavond vanaf 19:30 hebben we twee boerinnen. Die komen ons helpen. Dus dat wordt ook leuk. Haha, mooie trailer, Wim. Ze hadden Albert op zijn foto, gaaf. Ja. Klopt via streamdeck zo, hup, aan of uit. Ja. Meer warmte erin. Ja, kan ook via de app, hè. Wat ik achter zie. Kun je ook via de app dat erin, met schuifjes. Maar inderdaad, kan ook via streamdeck, ja. Ja, dat kun je helemaal aansturen met streamdeck. Een soort zo'n Philips lamp ding. Ja, dat is van Elgato. Dus de... Stel, bijvoorbeeld, als ik aan het sproeien ben, zeg maar, in de eerste of tweede groeifase, dan heb je allemaal, dat gewas is dan groen. Dat weerkaatst dan zeg maar via de monitor in mijn gezicht. Hij ziet er wat groenig uit, weet je wel. Ja, precies, Blok. Beetje zinkjes. Ja, zoiets, Gerry. En dat heft dat dan op, zeg maar. En dan kun je de kleurtemperatuur en de helderheid aanpassen. Oké. Okay. Ja. Ja, dat is zo dik als 200 euro. Hè. Ja. 200 euro, zeg maar. Ah ja, het is wel mooi. Elgato maakt wel een mooi spul. Het is geen rommel in ieder geval. Een katapies. Oh, hier heb ik altijd lek, jongen. Die schiet echt gigantisch. Die boerderij, dat. Toch maar eerst eens kijken naar een ander mapje, jongens. Het is de 28ste livestream op deze map. 28 al, Gerry. Oh. Ja. Als er een mapje uitkomt die ons aanstaat, dan gaan we verkassen, jongens. Maar dat is ook het punt. Het heeft nog niks leuks uit. 270 ton sojabonen heb ik er nog in zitten, Gerry. Oh. Gauw bezig, ja. Ja. Goed bezig, Blok. Ja, aflevering 14 van de video. Ja, het is onze 28ste livestream al op Friesje Maas. Ja, ja, ja. Maar je kan zo naar 1.3, hè? Ja, dan kan je zo verder, hè? Ja, dat is zo klopt, ja. Ah, ik als hier met die tijd fabrieken op zitten, komen we hier nog wel een keer terug, Gerry, hoor. Ja, hoor. Ja, dat vind ik echt wel mooi. Ook met dat opslagsysteem wat ze hier hadden. Oh, dat is wel gaaf, hoor. Ja, hoor. Dat zijn de verstandigste woorden van de hele avond, Wim. Wat, jongen? Andere mag bevoef. Ja. Dat is gewoon niet goed. Ja. Ja? Hij is er helemaal klaar mee. Ja? Ja. Oké. Okay. Maar dat is dan niet veel leuk zoet, Woefie. Ja, moet je hem een keer kijken. Een paar minuten zoet hoor, maar ik check het elke dag, maar ik... Is dat een tweede combine op 12, Bas? Ja. Maar het is wel een keer weer leuk om opnieuw te beginnen. Een nieuw boerderijtje bouwen. Klopt. Ja, en ook met die van bij hem, hè. Dat werkt ook niet. Ja. 100%. Nee, klopt. Ja, dat is ook niet mogelijk. Nee. Zodra we wat anders vinden, hoef ik gaan verkassen, hoor. Dan kunnen ook die, ja, eigenlijk moeten we dan... We missen nog één ding. Iets met die kippenstal, ja, die kunnen we misschien nog wel downloaden. Maar die varkens, of die schapenstal moeten we dan nog hebben. Dan hebben we alle stallen, want dan we dan boerderij bouwen. Kunnen we ook alles in één keer goed neerzetten, hè. Ja, dan heb je alles in één keer. Varkens, goede stallen. Kippen, schapen, paarden, dan hebben we ook het hele soortje compleet. Zoals nou ook. En ik kom hier nooit meer. Ja, ik weet wel dat ik volgende keer veel anders op ga zetten. Ja, mis maar rond, Bas. Hij doet het zelf, hè? Ik doe niks. Ik zit er gewoon net. Nee, klopt, hoeveel. Dit is nou even kijk door. Kijk zo meteen. Ja, er is nog niet veel. Ja, precies. Schapen, ja, maar, ik zit de laatste tijd straks. Goed. Ja, ben er ook, ja. Hartstikke goed, jongens. Mensen, druk nog even op een duimpje, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Super bedankt daarvoor. Kijk. Heb jij straks nog even hulp nodig daar, Gerry, om niet met voeren en zo? Moeten we hem samen doen? Ja, 500 ton dat. Ja, kunnen we hem samen doen, hè? Ja, dat mag wel. Wil je me nog even helpen dan? Even kijken of welke zaaiers klaar zijn waar de buitenranden nog even gedaan moeten worden. Ik spring al in het rond. Oké, okay, hey, nou perfect. Die springt al in het rond. En ik ben al een beetje grazen. Ja, is goed, jongens. Goed, jongen. Ik heb zo die veld te leven. Hartstikke goed, Roy. Doe maar rustig aan. We blijven nog wel even 1-2 afleveringen hierop. Ja, moet maar kijken. Nou, we moeten maar kijken, Gerry. Of we even een keer een half kunnen gaan zitten. Om... Wat mapjes testen of zo. Ja. Kijk, we hebben weer 2 miljoen erop, zo. Ja, hoor.
Even kijken. En dat vind ik van Papenburg ook, valt mij ook enigszins tegen. Mij ook, Wolf. Het is jammer dat ze die velden aan elkaar gemaakt hebben. Ze hebben een lappen van velden, jongen. Daar krijgt een paard de hik van. De hik van. Ja. Enorme velden, dat viel me ook tegen, ja. Maar dat zei Jacco ook, want volgens mij hebben ze die velden aan elkaar gemaakt. Dat is jammer. Ja, en dan is ook nog niet recht zijn, hè? Nee, ook nog niet. Ja, te grote velden, jongens. Ja, Morrisland is ook, of nee, hoe heet die andere? Don Diego is uit. Nou, dat is Mavericks farm. Nou, moeten we die kant op? Dat gaan we ook niet doen. Moet maar kijken. Misschien moeten we, wel, misschien moeten we ook een klein mapje doen. Gewoon een kleine spulberen hier. Maar ja, we zullen wel zien. Ook die map hebben ze verkloot. Ja, jammer, man. Ja, ben ik met je eens, klopt. Even kijken, jongens. Hoe die size ervoor staat. Oh, verkeerde knop hier. Ja. Ik pak die van 19 alleen, die doe ik zelf alleen maar af, Bassie. Jo. Zie daar, die moet nemen wat weer. Ja, ik ben ook met een command, hè. Ja. Zet je deze anders in het midden neer van 12? Gaat dit nog sneller vanaf met 3 combines erop? Ja, ik ben nog even aan de... Ik zal even in de map kijken, hè. Kijk maar even bij. Ga bezig, hè. Oh, big. De beste. Ja. Tim die redt het niet, dus Wat is er naar baarde bek voor, of nee? Waarvoor? Zonnebloem of heb je die bek al aangepast? Nee, die zonnebloem. Nee, dan wordt de bek voor, hè? Ja, dat dacht ik al, ja. Die ligt wel waar rechts. Ja, okay. Ligt tussen veld 3 ligt geloof ik, in de bossen. Ja, en anders ligt er al bij boerderij. Ja. Ja. Ja, maar ik probeer het karretje op schadel, want het karretje is goed. Dekavent, goedenavond. Dikke Klaas, jazeker. Ja, ik ben helemaal mooi. We hebben hier overal in. Hey, ja. Ik heb vanover veld van Wim ben ik nog een 7 gewoon ben. Karagie, dus niet. Hendrik zit lekker op Kiwi Farm, multifruits. Ja. Ja, multifruits. Mogen we dat nu al doen dan? Maar als je geen fabriek hebt, is hetzelfde als wat je nu normaal ook hebt eigenlijk. Ja, het verandert niet zoveel, hè, dat multifruit. Nee. Je hebt hetzelfde werk. 17 was multifruit wel leuk, want dan kon je naar het fabriek volgens het ommaken. Even zit het er een beetje aan te komen, die fabriekjes. Maar... Ja, daar kunnen we niet op wachten, man. Dat, Man, hoeveel afleveringen mogen we dan niet op, maar... Kom eens even kijken, Gary, of... Misschien zondagmiddag of zo, eens even daarvoor gaan zitten, eens even een mappie kijken. Ja. Zondag streamen we dan niet, dus zou kunnen. Doen we dat dan nemen door. Ja hoor. Jongens, zaterdagavond, Ladies Night. Of Ladies Night, komen twee boerinnikers. Boerinnikers komen ons helpen, jongens. Vanaf 7:30, jongens. Dat wordt leuk. Er een beetje zin in, Gerry. Ja, dat is toch geinig. Is toch geinig. Nee. Aanstaande vrouw van Wolfie. Wat klinkt dat Wolf, hè? Aanstaande vrouw van Wolf. Mooie kill. Dat klinkt. En Miss JTEC doet mee. Ja. Dus dat wordt wel. Dat wordt wel tof. Ik zie Miss JTEC ook regelmatig farming spul, dus die weet er al wel wat van. Ja. Ja. Daar weet er genoeg van, hè? Ja, ja. Ja, man. Jazeker. Hey Robin, goedenavond. Zit nog geen fatsoenlijke machines. Ja, precies, Wolf, dat bedoel ik. Ja, dan moet je wortels gaan rooien met een combine. Ja, nou. Hé, hey, is een ding, hè? Maar... Een ding, zo heet dat nou. Een holmer. Oké. Okay. Ja? Ja. Oh. Oké, okay. Hey Roman Kopiris, welkom. Welke trekker is dat? Het is een Klaas. Een Klaas Action 59. Ja. De ramen en de deuren kunnen hier ook weer los. Even het baron ontluchten. Ja, een beetje lucht. Een beetje lucht erin, Harry. Krijg geen buikpijn, hè? Rustig. Het is al lang niet zo. Pas op mijn zaterdag. Ja, hè. Hoeveel nachtjes slapen nog, Harry? Hoeveel nachtjes slapen nog? Veel te veel. Klinkt goed, hè? Aanstaande Miss Wolf, hè? Ja, dat vond ik ook al goed. Dat klinkt als een trein, man. Klopt, hè? Als die Outback map ook megavelden. Ja, maar wij moeten geen megavelden, jongens. Echt, ze moeten echt niet groter zijn dan deze, als hierop. Want dat vinden we allemaal niet mooi. Zo'n Wolfie is een voorstander van niet al te groot spul. Dus met die kuhn
spul te rijden. Met zo'n Lemkin of met zo'n Vederstad met voor, zo'n bak voorop. Nou, dan moet de velden niet roder. Ja, we moeten maar eens even kijken. We gaan wel even kijken. Reinier Veenstra. Heeft een vieze map, bij jullie geen problemen. Bij Ebus en Co. Kon er niet bij. Nee, Co kan er nou wel bij. Ze hebben een nieuwere versie geloof ik. Ja, wat mooi. Klinkt goed, Babs, hè? Ja. Jullie moeten eerder zeggen wat voor ons doen, als je wil, Babs. Moet je... Even wat hotels opschrijven, waar we kunnen bonk... slapen, dus dat, hè? Oh, dat maakt niet, dat is niet per se team, hè? Ja, ik wil het zeggen, hier ook. Wolter Strijker. Ja. Zijn er al mappen bij fabrieken? Nee, nog niet. Dat is wachten op, jongens. Want er zijn zoveel mappen klaar, ook in Duitsland, heel veel mappen, maar die wachten allemaal tot klaar tot die fabriekscripten erop komen. Ja. En ja, dan krijg je echt een dan komen er echt mappen uit hoor. Maar dat duurt wel lang op zich hoor. Ja. Ja. Ik hoop dat die update hier als komt van farming. Hier op de farm. Ik heb wel bij Claudia, ja. Ja. Zit die op mijn bek? Verdomme, dat wordt wel echt intiem, hè. Henneke. Met die piek de deur? Verdomme. Hoi, Kim. Iemand smeert, man. Ja. Goed, WD-40 met Harry. Oh, dat heb ik zo wel, hè. Ik wil zeggen, ik was... Dan is opeens wel wat. Hè? Maar beter wat langer dan één keer goed, ja. Ja, als ik zie wat er allemaal... in-game spul allemaal erin zit, wat allemaal nog niet werkt. Cultivators die helemaal niet aan de bal erachter hangen en zo. Heel vreemd allemaal. Nou, dit nog één. Nou, we hebben veld 19,5 rissen. Maar het is wel handig dat dit direct saaier is geworden, Erik. Zeker. Ja, dat is echt als een trein werken. Maar je ziet alles in wat je kan zaaien? Nee, je hoeft niet eerst te cultiveren bij deze. Ah, oké. Oh, super. Normaal moet je dan zeg maar cultiveren bij die horst, dan is een direct zaaien. Ja. En eventueel heeft ze als direct zaaien gemaakt. Oké. Ze bent knutsel geweest. Waarvoor nog dank. Ja hoor. Ja hoor. Zeker. Uitroepteken dit. DEM. Ja, uitroepteken DEM jongens. Word daar even lid. Daan Posma. Wim, ken je de map Clover Creek? Wel van gehoord. Maar volgens mij ook weer van die massavelden nog niet. Ja. Ja. Dat moeten we niet hebben. Zoals deze map. Die velden zoals Bettingen. Dat was ook een mooie map. Gerry, die veldgrootte. Die velden waren groot genoeg. Grote boeren ze echt niet hebben. Kijk, maar als je een keer met dit spul wil gaan rijden. Dan kijk bijvoorbeeld. Die Lemken of die Vederstad. Deze komen daar. Dit voorop, dit achterop. Dit is dan. Kijk, 6 meter. Deze is ook 6 meter. Kijk, dat is niet te breed, hè. Als je dan gigantische velden hebt, ja. Dan kom je met dit spul bezig. En dan moet je alles weer gaan opvoeren. Woedster. Is deze mod ook DEM? Ja, deze is ook van DEM. Die Vederstad. Ja, is aangepast door hun. Dus een direct saaier geworden. Staat op de site, Basje? Weet je dat? Die weet ik nog niet. Ik weet wel... Nee, die weet ik nog niet. Nee, oké. Okay. Ik denk het wel hoor, dat die Vederstad erop staat. Van mij gaat hij er wel over. Ja, vaart er wel over. Dus deze staat wel op bij DM. Even accountje maken jongens. En hartstikke leuke bots. Hele mooie Fendt 824 staat erop. Daar nog weer wat nieuwe tractoren en wat andere dingen erop gezet. Ja, nieuwe stallen staan er allemaal op. Walden, die varkenstallen daar. Koeienstallen, paardenstallen. Nou, ze zijn nog bezig met de schapenschuur. Nou ja. Dan zijn we net zo groot als de boerderij of de koeienschuur. Dus dat wordt ook heel mooi. Provence Farm heeft kleine velden, klopt. Die heeft kleine velden. Maar daar hebben we geen ruimte om 3 boerderijen in te bouwen. Of, je daar mee? Of 2. Minimaal 2. Ja. En die velden zijn wel heel klein. Dat is meer een singleplayer mapje voor opnames en zo. Die heb ik in die folder staan. Om te kijken of dat wel is. Deze zaaier is privé. Lol, nee toch? Net toch Hens? Deze staat bij jullie toch? Nee, we hebben even het niet opgezet. Nee, staat er al niet op. Oh, deze is alleen voor ons. Oké. Ja, dat ik twijfel dan, maar... Promotiemateriaal, hè? Ja, maar... Ik heb niet alles gelijk vrijgeven.
Nee. Jullie testen ook altijd alles als ik goed. Oh, maar hij werkt perfect hoor. Deze AI is prima, oké. Dus die zit dus ook een test, de meeste testfases, hè? Ja. De grote map en normale velden, dat moeten we hebben. Precies. Maar ja, in ieder geval vlak. Dan wij zeg maar gewoon de... Mijn boerderij staat bijvoorbeeld gewoon op een veld, veld 20 normaal. Dat is gewoon een veld, daar heb je gewoon een boerderij opgebouwd. Zo, veld 19 zit erin, Basie. Yo, ding en orde, ja. Ja, of niet? Dekking is bijna leeg. Ja hoor, ik ben onderweg een andere backup aan. Want deze wordt eigenlijk... Of we nog een bievel, of zal we dat in één keer redden, dat veld 4? Ik denk dat hij dat wel redt. Veld 4 moet hij nog aangezet worden. Dan gaat hij aan het eind weer in de sloot lopen, dat is bekend. Ja, dat is zo, dan had hij in de sloot liggen. Dan zit hij hier beneden. Even keer rond aan. Ja. Dat had ik al gedaan. Een keer, maar. Dat werkt niet. Op een gegeven moment, helemaal aan het eind, er zit zo'n rare uitstroping aan. Zeg maar. Door geen in de sloot in. Wim, je weet wel beter hoe de site in de gaten komt. Komt goed. Ja. Wel, 13 is ook bijna vanaf Wim, dus daar kan je ook even. Richard Slag, hey Richard, goedenavond jongen. Mooi slaretje. Richard, volgende week moet ik. Moet ik kijken naar een avondje ons komt helpen, Richard, als dat kan. Als je zin hebt. Vernieuwde koeien zal. Goed. Is al uitbenden en nog aanpassen. Oh, dus ik heb ook weer een nieuwe koeienstal. Nou ja, we hopen dat het allemaal een beetje past bij de nieuwe map, zeg maar, tegen dit. Moet je nooit hebben. Ah, oh, wolf. Kom. Ja, kijk, dit is dus ook aan die kloor. Maar rest op die back link niet, maar is back dan. Tussen 3 en 4. Buiten. 2 en 3. Buiten de schuur. En anders bij de boerderij. Ja. Maar ik ben bij de boerderij van die, maar dat staat het liggen. 3 en 4. Wim is in de goede map, Uber klantal. Ja, heb ik wel veel goede dingen van gehoord. Ja, even verder nog bij de schuur. Uber klantal. Wat is dat? Ik zat hier achter bij de bizoop zien. Aan de achterkant, Sam. Achter die. Ja, ik zet hem wel gewoon aan. Hoe die silo's dan. We zien wel. Ja. Ik sta hier achter die. Is goed. Wil we helpen voor de koeien en alles, hè? Zo is het, Richard. Hartstikke goed. Wil je hem aangeven wanneer je kunt, jongen, ja? Moet je me een privébericht sturen? Ja, de maas zijn voor zo'n zonnepaneel. Wat mij zie je op deze map niet meer als ze weg zijn. Nee, klopt. Of hij moet echt verbeterd worden tot echt die fabrieken echt goed opkomen. Maar ja, die heb je wel. Dat hij helemaal aan het einde of 17 was, dat hij wel heel gaaf hoor. Investeren. Maar ik inderdaad, ik ben nou na 28 ben ik er ook wel even toe al mee hoor. Dat is heb ik al niks noemen. Er komt niet zoveel uit. Het is wel euro's. Dat is het punt, man. En ik heb al 3 miljoen ermee gedaan, hè? Nou, dat had je zo. Nou, mooi hè, bedankt hè. Hoi. Nou, dan ga ik nog zien hoor. Hoe bezig, Bas? Ja? Ja, hoop ik. Zeker. Je reken van ook wel even. Oh, dikke neer toch wel hoor. Wat kort je op? Ja, het kan wel zo zijn, Bas, dat het geld wat later binnenkomt hoor, als je een factuurtje opmaakt. Dus facturering is beneden de dagen, hè? Kijk. Quincy Otten, hey, Gerrie en Wimpie, goeiedag Quincy. Maya. Klopt. Lopen veel banken achter met de updates. Ja, klopt. Ze zitten allemaal te wachten op die fabriekschipjes, jongens. Mensen, druk nog even op het duimpje. Maak hem nog even blauw, jongens. 55 duimpjes. Misschien halen we er nog een paar meer bij, jongens. Super bedankt alvast daarvoor. En ben je nog niet geabonneerd? Druk even die rode knop. En ben je wel geabonneerd? Druk dan even op belletje, dan mis je niks. Nou, dit loopt dan. Wat loopt dan nog niet? Hier op 3. Hier zit spulfout. Kijk. Fatsing moet even afgezaaid worden. 14? Ja. Ja, ik zit nu eerst even op die andere, want hier ligt het hele spul in de war. Ja, want ik moet overswitsen nog niet. Dan weer naar de boerderij. Ja. Ja. Dus is wel al een beetje meer, hè, zo. Ja, maar oh, nee, je kan er wel gewoon aan motorsiden, toch? Jawel, dat wil ik wel. Oh, dat ja, is goed, Richard. Kom. Tim, wat streven. Ik pak Fatsie, ga wel in. Oké. Okay. Gewoon lekker doorgaan, hè. Hier. Hoppakee. Kentie, hè. Tot laat bij je lijf. Half wel volgen weer. Goed zo.
dank jullie wel mensen, dat jullie er allemaal weer zijn. 48 man, top. Super nice. Hey Jeremy, goedenavond. En Babsi, Wim, heb al een hotel voor je geregeld voor de 19e november. Oh, oké. Okay. Nou, wat moet dat worden dan? Je moet in Dutch Shocks blieft slapen. Waarschijnlijk in het hondok, Wim, voor ja, jou. Ja, je krijgt niet eerder dat hij mag slapen in plaats van jou. Ja, dat denk ik ook weer, hè. Het liefst bij jou, of niet? Hé? Het liefst bij jou. Hotel Claudia, hartstikke goed. Thank you. Ja, we hebben wel op de abrezet. God, wat draaien die zaaiers toch vroeg om op die velden, hè. Ze zitten niet meer in... Ja, supergezellig, Claudia. Oh, nou, dat wordt ook weer een nacht. Nou, met Piet de deur. Oh, verschrikkelijk. Hij wist die bruiloft. Nou, dan moeten we door aan de vleugel. Nou, dan kunnen we gaan 40 dagen afschrijven. Nee, kom maar goed. In ieder geval bedankt. Wat is hier voor gereisd tussen deur eigenlijk in die spoor? Kom op, ding. Ja, dat, op 14 bedoel je? Ja. Ja, dat had katsoen opgestaan. Nou. Kijk, plek staat ook voor vrouw. Kijk, mooi. Hartstikke goed. Thank you. Of heeft de paddenzoon in de tuin? Beach. Krijg een pro. Ja. Weet je wat zin, Claudia? Dat je Wim de Bie wil hebben slaan. Ja, lekker man. Wat die andere zaaier in? Wat voor zaaier bij jou? Ik heb een zaaier, die is kloor, hè? Wel lekker. Oei. Die van Vatsing. Hoe is met die Irish Sam op 5 staan? Op 8? Is die al bijna kloor? Dan gooi je hem door maar op. Als dat, ja, maar ik, ja, als dat kan, hè? Als nog even, die is bijna klaar. Ja, dan gooi je hem door maar op. Rij ik daar heen met dit poppie ding. Gooi ik deze zo wel even die vierde bij op. Hij zal zo ook nemen, King, hè, Basie? Nee, maar ik heb gekeken. Ik heb gekeken, die is bijna kloor, Gerry. Ik heb gekleed, kiep mooi hoor. Claudia, heb je geen hondenhok? Hondenhok? Ik hoef ook niet in het hondenhok. Ik ga Pitten wel rusten. Slap lekker jongen. Leuk dat er was, WD. Top jongens. Leuk dat jullie met zoveel man zijn. Hey Ben. Ben, die komt ook even op de hoekie. Ja hoor. Die zit er even tussen twee ritjes in, denk ik. Lekker man. Hoe bezig Ben? Zo, een keer terug. Moet ik maar in met de hand in zaaien. Jawa. Voor de mensen die dat niet gehoord hebben, we zaterdag kunnen we visite. Twee boerinnen gaan meedoen. Vanaf 7:30. Och, ik zal me even de fleurige thumbnail maken. Dan zitten ze in China de vuilnisbakken buiten hier. Klopt, hè. Dan boven we hem samen in mij eigenlijk in visite regelen van de week. Duf je even de stadje dan te wachten door bij 8. Oh ja. Dan zet hem maar op 4e bier, Basje. Hier? Oh ja, op 4e bier. Dan moet je daarin doen wat Babsi hem zei, hè? Pak even terug. Even kijken wat Babsi zei. Mis ik Babsi. Nee. Gisteren. Was gisteren toch wat ze dat zei? Wat, mijn jong? Gisteren? Ja, meer. Help me met die thumbnail. Met die thumbnail. De eerste. Oh! In bikini, wel zo. Kom maar, dat kan niet. Oh, om 7:30 kan niet, dat kan niet, hè? Dat kan niet, hè? Jammer. Jasper Smeets, hij loopt echt te flexen met die meiden, ja? Ja, mooi, dat is toch leuk. Ik vind dat leuk. Dat is toch. Maak er toch een leuke avond van. Krijg je ook een keer een leuke avond? Jammer. Ja, die heb je niet vaak meer in mijn. Oh, dat valt reuze mee, hè? Ik kom elke keer weer op de huid. Op de dankjewel, Ben. Goed bezig, Ben. Mensen, druk nog even op die duim. Super bedankt. Hebben we al 50 duimpjes, jongens? 60. 60, zo. Ja. Goed bezig. Beetje bijhouden, hè, Wim. Ja. Nee, ik kan het niet helemaal goed zien. Oké, even slootje springen. Ja. Wat trap met zo'n nutje. Jasper, dat ken je, hè. Zo. Hé,
Hey, hoe is met onze favoriete, onze professionele beulenhazen? Ja, goed, hoe is met u dan, Rachtman? En welkom, jongen. Het verzuilen ook een hotel nodig? Ik weet niet of het verzuilen een hotel nodig heeft. Wat is er voor, met verzuilen in één huis? Mooi, kiel. Ik zoek wel een herberg, joh. Met mijn koren aan het ontbijt. Vreselijk. Oh, met verzuilen. Verzuilen met de kliklak aan het ontbijt. Lekker, man. Ket online. Daar kreeg ik nachtmerries van, hè. Nou, Kim, hou dat ik dichtbij wil. Ja. Ik kan altijd weer komen slapen, hè. Ik voel het weer... over nachtmerries heb. Vreemd. Goed, hè. Oh, dat is ook best een toen hier. Maar, ja, dat is een gigantisch veld, joh. Maar... dat is zo'n raar veld om te zaaien. Oh, maar ik zet hem gewoon op de lange stuk eerst, toch? Ja, op de andere kant. Eentje lukt er door toch al, of niet? Ja, maar ik zet hem op de lange kant, een hoekje, dat rare hoekje moet ik bij later in bij zijn. Precies. Ik ben nu even 3 aan de dag maken, dan hebben we bijna... Wat wordt hier eigenlijk in? Zonnebloem. Zonnebloem? Ja. Zonnebloem. Zonnebloem. Lampjes. Dat is ook dat blad ramenaas erin goed. Nee, niks, geen blad ramenaas. Koolzoten. Is dat een blampjes, ja? Ja, ik ben ook blampjes, ja. Laat er aan mijn naas. Ja, gele mosterd. Ja, is ook mooi. Ja. Ook mooi. Zeker. Mooie gele blampjes in het laat. Ja hoor. Ja. Dit is tenminste een beetje fleurig eruit. Ja, daarom. Is ook goed voor die gronden. Ja, voor die bodem, hè. Ja, voor die bodem, hè. Mister Wim. Ja, jong. Eerst doen ze dan even aan die arbeid. Ja. Doe ik. Ik heb die veld achter hem af poetsen. Kruimmachine op. Oh, en dat lijkt benzine. Waarom zit dat ding niet? Och, ik heb geen toestemming. Och. Hij ploog wel, ja. Kloor, gas. Lang is alles, hè. Hij wil niet op helpen. Kom met je. Dat weet ik niet. Boven staat met jouw boerderij. Ja, misschien. Probeer dat eens. Spring rood, spring rood. Wie is de boerderij? Is dat rood? Ja, dat is Wimpie. Och. Ja, dan worden dat zo'n zilver, dan worden die trekker aan het loop krijgen. Ja. Is dat niet? De rest, ja, best. Voor het feest vandaag. Ja. Ja. Die komt met Betsy al. Nou, dat was wel een mooi feest worden, jongens. Kom jij ook, man? Nou, waarschijnlijk wil dat niet alleen cola drinken. Ja. Oh, ben de buik, hoor. Nou, pak je hem dan wel dan? Nee, hey, pak hem niet, Betsy. Nou, er was even deur in. Ja. Nog even verbieden die weg. Ja. Dan kennen we wel een beetje storing op geen. Ja, dat ligt aan die vel. Da 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 la 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 la. Do 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 do. Zo. Zal die hier wel pakken dan? Vanaf hier? Wat toch haast wel zien. Ja, ik kom hier. Ja, nog in, hè? Ja, zo is wel. Mooi. Nee, geen cola, Wim. Dat doen we niet aan. Nee, daar was ik al bang voor. Cola, wat is dat? Ik kan al een vraag vermoeden. Cola. Ik dacht hem niet worden, geen cola. Lekker. Ja, voor Gerry geen anders zien als dat. Lekker. Cola? Gerry geen anders ruiken. Cola. Vergif. Gerry geen anders ruiken spul. China's. Met bierburger is lekker, Harry. Nee. Ik kan mooi niet aan het drinken. Hey? Nee. Ook nooit. Wij doen zoek toch nooit. BVA, goedenavond. Dit is puur natuur, hè. Raadloos, hè. Raadloos. Okay. Direct sterke draag. Nee, ja. Koffie slaan we ook wel, Babsie, hè. In combinatie toch, ja hoor. Ja, je moet een beetje verdunnen. Maak een mooi, wordt een mooi feest, man. Zeker. Gerry is taxi die avond voor de gast. Oeh, Gerry bliksems. Wat zegt dat, hè? Ja, Babsie.
Oké. Oh. Is dat al regeld? Ja, ik kreeg zo'n pak aan met de hoge hoed. Ik heb hier de deur staan. Taxi botje erop zeker? Ja hoor, taxi pekel. Ja. Oh. Maar die is er al hè? Tim Lustenberg, goeiedag Tim. Welkom. Kan ik alvast taxi reserveren? Ja, zeker. Goedemorgen weer welke. IJssen, slaap lekker jongen. Mensen, druk nog even op de duim. En ben je nog niet geabonneerd, doe dat ook even. Doe al zien, hè. Laat het. Ja, och, er komen ritten binnen bij je, Gerry. Nu al. Nou, die tanden die... Kan in de kofferbak, toch? Wat? Die gaat maar zo in, hè. Die kan wel in de skibox bovenop, Gerry. Jawel. Hey, dit een brommer. Die hebben, ja, die maken toch ook auto rijden of niet? Denk ik. Natuurlijk zo. Denk het toch? Ja. Jawel. Otzo. Ik heb vast een taxibord voor je, Pekel. Zeg bitch. Ik. Wilde van ja, Pekel, schreeuw op de taxiblok. Ons Otto, ja. Klopt, hè? Ons Otto. Ja, en die dik pin is er vast als knol, hoor je daardoor. Ja, je ook zo'n taxibedrijf. Dikpenzen. Ja. Lekker. Die dikpenzen. Hoi, kiel. Geweldig. En door op die heur door. Nee, dat doen we niet, Tim. Door zit ook zo'n taxibedrijf. Hoi, dat nou. Ja, ik wou wel werken als bedoeld, maar ik heb er bij opkom. Nee, ik ook niet. Taxibedrijf, ja hoor. Ja hoor. Nou, Beers, die is alles op ons s'nachts op, hoor. Daar kwam er hoe op, doe die klo, joh. Lange beren. Lange beren? Ja. Zo liet je. Maar hij fout, maar wie zonder achteraf met zo'n dier, hij zijn ons wel gebracht, maar hij terug, hij doet het zet kreeg. Rachman heeft ook nog een optie, Gerry. Wat ja. Rachman, taxibedrijf met z'n... Oeh, bliksems. Het wordt heel andere taxibedrijf. Ik hoef Gerrit niet meer te zeggen. Ja. Zo! Ik krijg er al mee, klant bij van op. Ja. Zo, laatste baantje jongens. Dan hebben we deze er ook in zitten. Dien Reineker. Goeiedag, Dien. Welkom. Nee, twee Groningers. En vanavond, normaal zijn we met z'n drieën tegenwoordig. Waar is de vier? Maarten komt er. Is de laatste tijd toch wel weer wat vaker bij. Dat is eigenlijk twee Achterhoekers en twee Gelderlanders en twee Groningers. Dien Reineker. Dankjewel Dien. Welkom bij Nasty Dutch. Doe lekker mee jongen, deze video in de chat. Super bedankt voor je follow. Welkom. Ja, dat laatste stukje is even niet bemesten, want het is leeg. Maar nou, kom maar. Dat komt dan wel weer, dat hele kleine stukje. Vind ik dat niet zo grappig. Ken uit, hè? Dat vind ik wel niet zo. Nou, dan moet ik eerst even kijken wat... Het allemaal vol is, maar dan moet ik zo naar Gerry toe. Dan gaan we zo eerst met die beesten bezig, Gerry, of niet? Ja hoor, maar ik moet rooien, man. Ja, ik... Hij is 21%. Als Bassie een beetje in die velddintje in de gaten kan houden... Ja, nog. Alleen 8 nog, moet gezaaid worden en 4 nog. Ja, nee, maar 8 ben ik even aan het afpoetsen en dan kan hij zo erop. Oké. Okay. Zetting is ook ploeg bijna klaar. Ploeg klaar en dan kan die ploeg die gaat aan de 12, denk ik. Ja, dat ken jij, ja, dat ken. Ja. Gerry, moet ik die Amazon terugbrengen door mijn boerderie? Ja, dat is goed hoor. Ja. Oh, hij heeft nog redelijk veel vol. Ja, maar dan maak ik even mooi, ja? Ja, ik kom zo. Moet ik nog wat meenemen of niet? Pak koffie. Ja, koffie. Was wat hebben? Koffie. Ik ga naar veld 21. Wat is dat dan, 21?
Ja, dan ga ik in mijn. Voor Roy, of heb jij dat? Veld 21, hoor, is dat? Oh, door! Ja, 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 ja. Ja? Die is van Woofie. Ja. Die is van Ros. Ja. En moet ik schudden? Moet ik schudden? Nee, je mag wel met hem komen. Met de hark? Ja. Is goed. Wolf en de hark, of niet? Of heb je er ook eens staan? Die heeft. Wolf heeft hem staan. Ja. Dat heb ik vanavond nog in de schuur gezet. Ja. Maar hij is nog maar 21%. Vind het lekker ontspannend naar de familie Farming Simulator te kijken als Amsterdam. Ja, maar het is een leuk game, die. Maar welkom, jongen. Hartstikke goed, dankjewel voor je follow, man. Mensen, druk nog even op duimpje. Wat doen we? Bij 75 duimpjes even de namenrondje? Of een plaatsnamenrondje? Plaatsnamenrondje. Een plaatsnaam. Doen we een plaatsnamenrondje. 75 okay, ja. Duimpjes. En dan kijken of jij overal weet welke provincie het is, hè. Mooie uitdaging. Oh, zo. Net erg, of niet? Parkeer hem zo even in, hè? Het is waar zitten, Kiri. Moet ik 28 livestreams, maar parkeert hem nu eindelijk een keer verzoenlijk in. Is niet geweldig? Chris nou heen naar veld 4, die ene zaaier, die daar in de hoek te koekeloen. Hé, hey, heb juist. Dat is de verkeerde kant opgevallen. Ja, maar dat doet niks. Dat is die hoek vol, ja, die hoek. Ja, niet helemaal. Dan moet je straks nog geen stukjes met de handen doen, maar dan gooi ik hem even op die lange kant hier. Ja, maar dan moet ik overswitchen en dan kijk ik zo weer overswitchen. Ja, mooi wonder, of niet? Ja. Zo. Tot 12 is er voor 75% af, zo'n beetje. Hartstikke goed. Als die nog toch best dan 8 zet die zo, maar we kunnen die nog in aanzetten bij 8. Ja, alsjeblieft Wim, zal je dat hebben wil doen? Tuurlijk lieve Bas, doe ik dat wel. Hot zal er wassen door. Opschieten. Hoppakee, werken. Het is die 9-2, hè? Maar wie niks doet. Woehoe! Hoi Kiel, wie is dat daar? Nou, dat kan ik niet lezen, joh. Maar welkom. Zit hoor dan. Welkom. Too nice to Dutch. Welkom, thanks for your follow, bro. Oh, makkelijk, 1970. Ja, 1970. Ik snap het ook niet regelen, zo simpel. Dat stel ik je mot ervoor. Zal ik voor de zekerheid hier tarwe in doen, Gerry? Wordt er baaltjes nodig, dat hebben we weer. Oh, ik heb daar baaltjes eens genoeg, hè? Ja. Bij Robert. Heb de naam willen lezen, dan breng ik de tong wel over beats. Dat weet ik, jongen. Ja, even. Het was gisteren ook weer veel te laat in de sport. Echt wel. Of verdoen, maar toch wel weer 2 uur lezen. Bessie! Ja! Ja, ik stuur die, ja. Ja, ik hou die ook wel. Maar sloot niet erin. Jawel, ik wil een handje metnemen, ja. Klap, ja. Niet een sloot met spul, hè. Ah, dit is zomaar. Ah joh, moet schoon. Gelijk ja, gewassen. Die rupsen die mag niet schoon, hè? Ja. Ho! Natte voer. Oh, heerlijk. Zo. Dan moet ik even denken, waar was ik nu zelf mee bezig dan? Ach. Met harken. Harken, ja. Ik moet harken hebben. Kou nou, is dat, hè? Waarom, man. Oh, wat was meer dan? Wat moet het zaterdag niet worden, Gerry? Ah, door ons van wie, Gerry. Hij zegt dat ik die dikke op te bakken worden met van Woofie. Hup, die trekken ze het water. Ja, Woof. Ik ga er ook gewoon overheen. Ik zeg er niks meer van. Hé, hey, hop. Net even de rupsjes, hè. Even de rupsjes. Ja. Je was u naar Woofie, ja? Ja, doen we 75 november rondje, jongens. Dat is wel een leuke keer. Oh, de Deadman, wat doet ze nu dan? Les gewoon even door. Zo moeilijk is dat niet. Nou, verbied wel. Wat weer een liefde, ja, of niet, Hendrik? Doe hem dit, doe hem dat. Nee hoor, super gaaf als jullie ons even helpen. Bedankt. Ach, zo kom iedereen een keer lang een scherrie op de koffie, hè. Dat is ook wel weer een keer leuk, hè. Op de koffie? Ja. Ik heb nog geen koffie gehad van je, Wim. Niet? Nou, ik ook nog. Oh.
voorlezen die naam. Ja, dat ken ik toch niet. Wat zit er dan? Dat weet ik toch niet. Ninti Sumsum, dat zit er. Ik kan je bloeddruk erin. Ik kan je bloeddruk. De Deadman doet kou daar vol. Ongesproken, bab. Dat zal hem leren, riep ze nog. Even de naam lezen, ja. Heb je hem vertaald al? Nee. Nee. Net is, ja, dat is geen mooi, hè? Oeh. Ja, hey. Hey, Basje. Oh, die heeft de gang erin, Basje, of niet? Oh, wat? Ja, dat ben ik. Doorgaan, hè? Wat wel werkt verzet. Ja. Dat was. Meer dan die weppie! Ik kan daar niet veel, hè? Mr. 1977. Welkom. Wat stond daarvoor dan, Wim? Dat weet ik niet. Iets van. Goffert, 1977. Zo heet het. Nou, simpel toch? Ja, nou, gaan we harken. Oh, Ben. Eigenlijk harken. Ja, nou, als het goed is, Kerry hier op mij. En aan het schudden, hè? Oh, zo. Oh. Nou, loop. Ben je met die pil aan het schudden, Gerry? Schudden ja, met die kont van links naar rechts. Bob, ik ben hier al bijna voor de tweede keer, want dan wacht ik even. Als het kan wel even wachten. Dat ding is zo knijterbreed. Ah jongens, dat kan ik niet lezen. We hebben even net gelezen dat het nou niet zo moeilijk is. Nee, het zal. Precies. Waar zit het daar? Hier achter die schuren zeker, of niet? Ja, Wimpie, ik kan er zo weer aan lagen daar. Hij wil niet later als 18. Du. We zijn niet in Rusland hier, nee, klap Hendrik. Hij daar bij die winkel wel twee keer geweest, Gerry, of niet? Daar? Dan begin ik gewoon door. Ja, daar wel. Ja, begin ik zo wel. Ik heb wel even de voorlezen, de mappen griepsnijd. Nee. Klopt, hè. Inschuren. En gast erop. Kijk eens, hoefje op te. Ho, wat een mooi ding, of niet? Wat een machine. Oh, wat een machine. Blagen. Vreselijk mooi. De eerste stuk is hier al gemaaid, Gerry. Ja, dat weet ik liever. Oh. Vrouw Hertz, mijn abonnee komt niet in beeld. Nee, dat stimmt dan. Hast du dat YouTube-account op privaat stehen? Dan geht dat leider niet. Oh, ik keer al over de grens, ja. Ja, man. Jezus. Huppa. Mijn droom. Abbe, dank je zeer voor de follow. Herzlich willkommen. Moin, moin naar Duitsland. Schöne Grüße. Gewoon Nederlands, jongen. Ik wil de tong er niet op. Ja, Babsie. Ik breek de tong. Babsie breekt van anderen. Zie je daar, Gerry, al die puntjes? Ja. Ja. Daar zijn maar drie puntjes, ja. Hè? Ja. Bak, denk ik. Ik denk dat ze de bak breken. Nou, dat denk ik niet, nee, hè? Nee, denk je niet? Zonder handen, hè? Ja, maar dat moet net in u, denk oh, ik. Oh, ik spreek het niet. Oké. Welkom, Faust. Hoi. Welkom. Goedendag. Goedendag. Houd. Ja, ze drukken allemaal nog even op een duimpje, jongens. Daar help je ons echt mee, dan worden we iets beter gevonden in de zoekresultaten. Dan wordt de community nog wat leuker en groter. Nog leuker, en het is al wel leuk. Oh, die bent hier wel aan het knooien geweest, jij, met dat spul. Het is al bloed, gauw. Hey. Wees een beetje lief tegen hem. Koude avond. Echt. En dan moet ik met veel risico bij Wolfsje spullen heel dicht weer langs dat hekken op, hè. Het is toch zo'n goede chauffeur, Wim, dat dat geen probleem is. Maar ik zal bijna in de problemen komen. Oh, waar is een... Echt, ja. Oh, vreselijk, Dion. Wat zou jij een fijne avond hebben zaterdag. Ja, eindelijk, Dion. Oh, het schijnt de rug maar.
dit is wel mooi, wacht, dat heb ik al zin in, dat is wel leuk. Ga je eerst twee keer rondkeren of wat doe je? Ja, ik kom zo er wel weer aan, dan, dan kan je straks al in het rondrijden. Want ik heb hier nog maar één keer. Ja, dan wacht ik wel even. Pas je zegt met die zaaiers bezig en Nee, ik ben nou met een Lambo, met een kalkstroom weer op pads. Oh, kijk. Ja, hij gaat door, hè. Waar sta ik? Hoe was hij met de kalkstrooi? Nou, 4, 3, 2, 4, 1. 4 hoeft niet. Ja, dat staat erop, ja. Ja, nee, maar daar gooi ik geen kalk op. Maar dat moet zoveel kalk op, dat kijk ik nooit terug. Ja, dat doet niks. Dat mag en, gewoon veel kosten. Nee, één, één moet en 6. 8, 9, 10, 12. Ja. Maar 1 is al ingezaaid. Ja, dat doet niks. Ja, ik kies hem over eerst eruit. Oh. Nou, dan moet ik maar kijken. Ja. Dikke fietsenbaat vandaag. Ja. Ik kies dat het er zo over struin. Ja, dat ken ik. Oh, kill. Hop, pas op die pol. Toen komt ze hier zo weer terug, Harry. Ja, ik kan eraan. Wippie! Oh, oh, die is al te ver groeifase. Ja, oh, dat vond ik. Waar is te ver groeit? Hier? Niks, Harry. Ik ken al een. Wel, haha. Zal maar geen grote mond hebben tegen Albert. Straks nog een boete voor een belediging in Amsterdam in functie. Maar, ik ben helemaal niet bang voor verzaal, hoor. Wippie! Mag zien. Heb je je zeepjes bij je? Beste, druk nog even op het duimpje. Mooi Wim, hoe is het kerel? Ja, nee, beste Joran, nee, hoe is het met jou jongens? 75 duimpjes, doen we even een rondje. Knal er nog even op jongens, zal mooi wezen. Dan heb je de 75. Als je het niet meer weet, gewoon op zijn boerderij controleer los van Babs. Basie, nee, dat is Basie die. Ja hoor, kom gauw hè. Kijk, ik heb aan, ja. Wat kan bij je? Ja man. Ach, je bent weer goed bezig, Gerrie. Ja. Oh. Ja, jullie ook, ja. Jazeker. 12 is er bijna af, Wim. Goed zo. Kun je daar gelijk door ook aan het werk. Kiek. Anders is het wel een boete voor belediging van beunaars in functie. Nou, dat liet me werden, ja. Goed bezig, Gerrie. Zeg maar. Ja, hoor. Live, oh, die Gerrie gaat niet meer stuk. Je hebt maar één missie. Zorg maar gewoon een halve wacht. Oh, half achter? Half achter. Kan het niet eerder? 4 uur zit ik er al in. In de game bedoel je? Can I dare? 4 uur zit ik er al in. Wat ga je doen? Sproeien zee. Oh, ik wil het. Oh, jongen. Dat gaat wel worden, Gerry. Oh, je kill. Mooi. Ja hoor. Oh, niks meer is best. Klopt, ja. Die, als ik die werker aan zit, dan kan ik gewoon bij dat kalk struiten, of nee? Ja, kom hier weer. Hoi. Mooi, maar kijk hoe... Makkelijker. Ach, ja. Dan moet ik weer van boerderij wisselen, ja. Gisteren. Ja, dat is het gehandels, ja. Dat is ja. Al een hopeloze ballen, ja. Ja, dat is waardeloos. Ja, oh, één boerderij is makkelijker. Dat moet ook in die update, hopelijk zitten. Oh. Met mij gaat het weer helemaal goed opgeknapt. Goed zo, Joran. Kijk, dat zijn berichten, jongen. Stel eens je dak door. Kijk, alles voor die beesten van Wolf. Je bent er heel daar druk mee met als wel. Maar wie had het dan nog heuien, Gerry, of niet? Er ligt nog een hele silo vol met heuien. Is dat nog niet gefermenteerd? Nee, dat is nog niet klaar. Oh. Dat is net. Ik wil zeggen, dat stond er nog iets van Pieter met dat hadden. Er is nog maar 22%. Oh. Hij was ook een beste natuurlijk. Ah. Ja, dat hij nu nodig is. Anders had hij het niet groen, ja. Nee. Klopt. Het scheelt wel dat hij ding achter de kroon kan. Ja. Dat klopt. En anders zat je nou ook eens met die jark in het rond te rijden. Ja.
Klopt. Klopt, hier. Mr. Beat. Wat heet Beat? Chris? Ja, die gaan weer. Dat kan niet, man. Dat kan wel, man. Like you. Kan toch niet? Jongen. Het flutje net een dag. Hey Jeremy, goeiedag, joh. Hoe is het? Welkom iedereen, jongens. Van 42 kijkers, hartstikke super, jongens. Echt bedankt voor jullie support, maar weer. Elke keer maar weer. Jij blijft al rondjes rijden, Jerry, gewoon. Ja. Ja, dat makkelijk, hè. Ah, moet ik door die zwaarding rijden en dan schud ik ze weer uit elkaar. Gerry, heb je nou een leuk setje uitgekozen? Ja, een mooie roze Valtra. Met blauwe wiel. En mis... Alles zo kut mogelijk, hè? Ja, zo kut mogelijk. En Miss Jade zegt een paarse, die wil een paarse trekker. Dat kan alleen Valtra toch, Gerry, of niet? Oh, nee toch. Dat kunnen alleen Valtra's worden dan, denk ik, of niet? Oh, er zijn toch ook nog wel andere trekkers. Ja, die vat in 54. Wat kan die dan allemaal, wat we doen, kan dan allemaal getrokken tegen als we zoals bedoel. Nou, dan mag dat voor deze ene keer dan omdat zij komt. Ja, precies. Maar de Rebel, hoi. Oh, wat ben je welkom. Laat. Ja. Wat je doet. Ik kijk die aan die achteraan loopt. Gerry, ik mag wel even een keer langs weg geweest, want ik heb hier nog maar één baantje liggen, ja. Ik mag wel even, je bent er zo, ja, weer. Kid uit, heb iets. Nee, kid uit. Nee. En je werkt al zo hard, hè? Ja, man. Hij trok naar de achter, ja. Dat is hier niet normaal. Klopt. Ja. Hoefjes, je spoelt wel voor elkaar, moet niet, want het is ja, zeker. Wel investeerd. Normaal met gewoon mij niet, dat was mooi. Ja. Maar die grasvelden bent niet al te groot hier. Ja, ben jij nog in Woel bij? Of in Gerry? Nee, we zitten op 21. Nee, hey, wie zit er in de boerderij van... Van wie? Van Woelvie? Ja. Gerry, geloof ik. Of ja, ben ik. Oh, dan kerst zo even die muis combine in mijn zet. Of die, ja. Die zonneblauw bedoel ik. Zal ik ze helemaal bij pas, hè? Ja, ik ben nog onderweg, hoor. Ik ben nog onderweg. Nee, maar houd. Mas maar even zeggen. Oh. Kijk of zij zo nog profit. Rumor has it. Dus zaterdag Miss JTech en Miss Wolf ben op de stream. Klopt. Helemaal Wolf. Heerlijk. Dat voor 9, Basie? Do Miss Speech Pack Club me live. Oh, dat gaat wat worden zaterdag. Oh. Ik had de rap, Megel. Wippie! Nee, wel leuk. Hier hebben we iets meer oppervlakte om mee te nemen. Oh, Jerry, dat kan niet zo. Je moet een rondje draaien, man. Rechtsum. Dat kan zo niet. Wat is er, Lijvers? Klap de boer af, man. Het niet. Wat niet direct schoen, al, hè? Precies. Het is nog te vroeg. Veel te vroeg. Klopt, hè. We hadden het over de distributieriemer, Wim. Oh, dat was het. Ja. Maar dan heb ik het verkeerd begrepen. Waar jij het over, waar jij daaraan dacht. Ja, hij denkt een beetje aan vieze ding, denk ik. Ja. En dan zegt hij tegen jij dat je helemaal van slag bent voor zaterdag. Nou, wie nou bespekel en ik zing dit lied. Nee. Klopt, hè. Gerry, rustig. Denk leeg, wel eens, Maar het tank leeg. Tank leeg. Maar diesel? Ja.
Dat moet je ook denken. Ja, dat, zeker... maar, dat kon niet zo gaan zijn. Zeker van Wim. Nou, ik denk hier. Oh, dit is het niet, maar ook binnen. Dit is ook binnen, Lady Kamine. Oh! Zit je in mijn boerderij? Ik en nee. Je moet service trucje pakken. Maar ik is die service truc pakken. Ik zit in. Ja, ja, maar ik ben nog met die zonneblauw mijn knip. Zonneblauw mijn knip. Ja. Zonder diesel werd helemaal niks geknipt. Ah, hij staat vanzelf stil, ja. Nou, je denkt je in de service truc nu niet zelf, hoor. Ja. Schouts. Dat kleine karretje achter de auto. Ja, maar dat snap ik. Ik moet even wennen als je hem nou nog, dan pak ik hem wel even. Waarom moet de naam veranderen, Woefda? Er is nog wat leeg, hoor. Er staat nog wat leeg onderweg. Lief kalm, okay. kalm. Hou je kalm. Rustig, rustig. Volgens mij 13 ook, bijna. Rustig pekel, hè. Niet te gek, hè. Ah, sorry. Zeg, schat, wat blijf je? Met mij dan, die. Wie wist hem, hoor. Toen ben je wel mooi op stem, ja, baby. Ik ben heel goed op stemmen vandaag. Best wel, hij had gisteren met Ernst met het kabouterusje. Ja. Ach. Ja. Van jou moet ik huilen, witte wel. Van jou krijg ik tranen. Nummer van Ernst. En dan mag gewoon zakjes. Ben nog niet schoot, hè? Nee, Woef. Kijk uit, jongen. Ik ken nog fout, bro. Die hebben hem nog niet getackled, hè? Ach, tackle, ah, nee. Ach, nee. Nee, hoor. Ik weet het zo in één keer weer. Ach, ik vrienden maar gewoon achteraan rijden. Ja, ik kan niet sneller weer, man. Nee, ik snap het. Maakt niet uit. Is dat niet anders? Adiet. House met de wolf. Ja, ik doe nu, hè. Gelukkig wel. Ik wip de kist ook te ver. Ja. Valt mee. Hou bezig, is ze. Was dit volledig bemest, Gerry, of niet? Oh, dat weet ik niet. Och, god. Ik moest het gras hebben. Dan ben je straks weer een appel en een ei bezig. Ik heb er weer geen pruttel van nou. En hier was nog was. Ja, klopt. Er bent nog wat meer vel. Moet je dat meteen doen, of niet? Ja. Oh nee, dat gaat nog. Dat gaat nog weer groeien natuurlijk. Nee, dat wordt het niet. Heb je dat stelletje er wel voor zitten dan? Nee, dat stelletje wordt er voor. Nee. O nee. Ja, hoor. Ja, de enige waar we dan heen kunnen, dat is 30 en, nee, 20 en zo. Ja. Laten we dit eerst maar weg, hè. Laten we dit eerst maar weg, hè, Gerry. Want als de gras gaat groeien, dan hij dat er weer tussen zit, dan kun je weer opnieuw allemaal haaien. Dat moet ook niet, hè. Maar we kunnen het spul wel naar die velden toebrengen, dit. Als we hiermee klaar zijn, dan gaan we eerst met z'n tweeën dit oprapen, dan kunnen we altijd nog even daar aan toe. Hey, Joflo, welkom. Let nou nergens op, hè. Wat dan? Mijn trainers. Waar is Bassie? Ah, nee. Nee, niet waar, dan neem Roesie. Nee, dat kan je nou hebben, Hendrik, nee. Nou, dit hebben we bijna klaar. Hoe even de opwagens te bepakken, Gerry, hè? Ja. En wat voor velden kon dit heen, zei je? Wat kunnen we nog doen? Sum 20? Nee. Sum 20. 28. 29. Die witte velden. Of die witte nummers. Ja. Ja, moet zo dat Sum 20 brengen hiernaast staan. Ja. Dan zet me door de spul wel in de ja. Zullen we dan weer een opruimwagen komen anders? Ja, geen goed. Niet zo, geen goed. Ah, zo moet je kietelen. Kietel nog wel van. Ja, ja. Job van den Top! Goedenavond, Job. Welkom. Herzlich willkommen, Job. Ik heb uitgerekend hoeveel ik gedoneerd heb. Oh. Hey nou. Ja, jongens.
Daarom heb ik het donatiedoel ook even weggehaald, jongens. Het is zo'n hype met dat op televisie en op internet met die donatietoestanden. Ik heb hem even uitgezet, jongens. Ik ben nog steeds aan het sparen voor die keylight. Dat verandert ook niet. Daar is €20 tot nu toe voor gedoneerd. Dat verandert ook niet. Maar ik wil even, dat spul even weg. Het is zo'n gehyped. Het is een kassa geweest van de week. Met game meneer en toestanden. Dus ik haal even weg. Heel erg, hoor. Ja. Ah, niet voor zo'n kanaal als ik, maar... Ja, dat is wat ik doe. Komt vanzelf weer, hoor. Dan zet ik hem zo weer terug, maar... Veld 13 is klaar. Bezig. Veld 12 is veld 4. Naar veld 4 voor mij. Bezaaiers zijn er. Ja, die moet nog even de randen afgezaaid worden. Ja, dat is een hoop geld, Joflo. That's a lot of money. Klopt, hè? About the money. Maar ja, jongens, druk nog even op het duimpje. Heb je dat nog niet gedaan? Zou super wezen. Bij 75 doe even een namenrondje. Plaatsnamenrondje, sorry. Heb je er nog 4 nodig? Wat is dat voor zootje, Wim? Hoezo? Wat is dat voor zootje? Mooi. Geweldig, toch? Niks mis met. Is er wat naar je naas? Dan gaan we eerst even dit ophalen. Ja, dat kun je alleen beslissen, joh, of hè? Dat te veel is. Dat beslist alleen jij, joh. Job van de top, mooi. Dag Job. Welkom. Muziek vliegt eruit. Dit hoor. Dat mooi is nooit. Oh, vreselijk, Kerry. Daar had ik gisteren mee. Ja. Als Ziggo is gauw naar de kloot momenteel. Ja, ik heb het. Ik heb dit nou voor de eerste keer gehad. Je hebt KPN, mooi. Ja, ik zit hoger met alles. Fellow. Dan dit hier staan. Die best, zeker niet. Nou, dan moet je de Gerry zien te komen. Opera wagentje geregeld. Ja. Dit is hem even mee. Met de mooie schouder te maken. Nou, maar kaakt, hè. Zo. Ah, het gaat niet alleen om dat naast zoals een duimpje en een follow is ook leuk. Een mooie beloning op zich al, hè? Zeker. Tim? Ja? Welke silo is van jouw Lambo-kalk? Vanaf de weg gezien, de derde. Ja, vanaf welke kant weg. Waar ben je dan? Ik kom bij de boerderie? Ja, bij die. Ja, bij die ik kom er net langs op. Oh, ik kom er nu langs op weer, dus... Ja. Nee, de achterste moet je hebben. De achterste, joh. Oké. Hey. Dan moet deze hem aanzetten, hoor. Dan, ik ga naar de deur struin. Ja, doe ja. Lambo-kalk, ja hoor. Start. Niet te veel, hè, maar dat kost me een kloon weer geld afgelopen. Ja, maar ik snap het. Maar dat is niks, dat doet een hele hoop. Pinkel, dat doet hoop. Ah, joh, dat is ik heb net op de Fendt 1050 gereden, mooi. Ik ook, ik zit er ook op nou. Ja, ik ook. Nee, ik zit door op Klaas. Ook mooi hoor. Zo. Wordt dit meteen gevoerd worden, Gerry, of wat ga je ermee doen? Of ben je dat los hebben voor een beker al zo? Ja, voor hem los. In los starten, hè? Waar wil je dat hebben? Achter de silo's? Dit is zo daar rij neergooien? Ja, dat ik zo met de voormengwagen... Juist. Ik zit even te ontspannen hier, als ik gewoon... Stoepje en Games, goedenavond. Hallo. Welkom iedereen, jongens. Was die blacht er even een paar duizend euro erin, nee. Oei, ja, daar heen. Ja, dat mag ook, hè. Uitzendt, zat. Oh, ja, joh, daarom. Ik ben de armste van het hele zooitje. Ja, joh, maar het levert ook geld op, maar ik nou, ja. Ja. Dat ziet hij weer niet, hè. Nee, daar zoeken ze nooit. Daar kan er nog even staat van, hè. Ik heb maar 9 euro, doe maar ik met jou. Nee, euro. 9 miljoen heb je maar. Ik heb zeker nog rekening op. Vandaag is rood. Ja, hoor. Ja, nou, schrik. Hey, Nicolai Bakker. Hey, goedenavond. Hey. Dag Nicolai. Mensen, druk nog even op een duimpje. Als ze 75 duimpjes hebben, doe even een rondje. Vader, hoeveel euro? We zitten altijd melk, maar vader, hoeveel euro? Ach, wat is dat nou? Doe even een plaatsnamenrondje, jongens.
Ouwe is ook nu een rondje kwijt en jammer dan nog, hoor. Ouwe is ook kniezer? Ja, zeker. Ja. Ach, niet voor, hè. Kijk, dus er is maar terug. Dat iedereen komt het weer voor. Een boer is altijd in het jaar, hè? Ah, dat klopt wel. Zie dus tussengas. Ja. Die Claudia is er ook nog. Gezellig. Mooi lijvers. Mooi. Doe Claudia niet mee dan zaterdag? Ik weet het niet. Het is geen helemaal de avond van zijn leven natuurlijk. Kom maar. Dat was nog mooier geweest, hè? Kom maar, Gerry. Maar nu is het al mooi natuurlijk. Ben je niet tevreden dan, Gerry? Ben je niet tevreden? Dat klinkt niet goed, Gerry. Dat is een heel fout antwoord, Gerry. Hoe wou je dat nu uitleggen? Dan maak ik het niet meer goed, jongen. Pepsi Lijvers. Ja, dat is goed. Oh, 75 likes, jongens. Goeie. Nou zo, Gerry. Goeie plaatsnaam even in de chat, jongens. Doe even de plaatsnaam een rondje. Goeie plaatsnaam in de chat. Ja, maar mijn boos zit net zo aan, hè. Beetje jammer weer, ja, dat vind ik ook. Die had ook zo'n DAS RAM 500. Oh, jammer. Ja. Ben er die onder van Henk? Nee. Nieuw ballingen. Nieuw ballingen. Wil ik zeggen. Ja, jammer. Even kijken, Azegem, Lozem, Kabouterbos, Espol, Alst, Hey, Ernst, van jou wil ik huilen, witte wil. Welke plaats is dat dan, Wim? Alst. Weet je wat je daarna deed? Oh, nee. Uthoezen, Heumen onder Nijmegen. Dat ken ik, hè. Kamp Heumen, dat is dan met een Vierdaagse door, is dat toch? Doorlas of niet? Ja, volgens mij wel. Pekel met Deus. Met Deus. Witschoten, ja, Anna Paloma, Lunteren, Bruggen, Horen, Kiek. Oh, ik had heel Nederland die wil, jongens. Ja. Hartstikke goed. Maastricht, Musselkanaal, Roden, Kiek. Ja, ja. Dat is Evers. Dat kan niet meer. Ja, dat klopt. Er wordt ook alleen maar even in Roden. Swollywood, Stadskanaal, Maartensdijk. Waar ligt dat wel? Nou, hij doet nog weer wat voor je. Maartensdijk, dat is Friesland of niet, denk ik. Maartensdijk. Zal het Zeeland zijn? F, helper F. Middelburg, Balk City, Kiek. Alst, Nieuw-Buinen, Nieuw-Leuzen, Uden. Jongen. Anders gaat Doltjes, ken je ook niet. Ja, daar heb je niet goed gehad, hè? Ja. Dan kan je het ook zien. Ja precies. Klopt, goed. Goed zo, Gerry. Tot de volgende keer bij het doen, Gerry. Dien, jouw. Helemaal vol, Gerry? Jazeker. Gerry blacht hem wel vol, hoor. Udenhout, Krijleroord, Espol, ja. Goedemorgen, dokter. Hartstikke goed, jongens. Leuk. Help er even, jongens. Noordhorn, Groningen. Kijk, oude Pekela. Daar kom je niet vandaan, Ernst. Klets maar, jongen. Olle Pekela, zeg Ernst. Maar dan moet je weer een andere boerderij zien om dat te zien. Ja. Kijk, dat door Riedem. Wie, Bassie? Jazeker, die Riedem Vermi. Oh. Ja hoor, ik wel voor is helper F. Ja, wie? Tussen E en G. Door zit hem tussen. Ja, dat snap ik gewoon ook, maar... Dat is een naamloze koren, hè? Ja, moest u dat uit, hè? Dat mooi gesproken, Bas. Mooi gesproken. Ter Apel, Tilburg, kijk aan, jongens. Valdermond. Hoi, alles volwassen, ja. Dat is goed met die heads, met je Eindhoven, de toestand. Ik heb hem nog aanstaan. De pick-up. Ja, ik heb hem vol. Tiri. Varkenstal, jongens, van Dutch Eagle Body. Plaatsbaar. Eentje met wij, eentje zonder wij. Pet 3. Dat is één plaatsbaar ding. Uitroepteken DEM. Ja, Ernst, het is goed. Het is goed, hè. Wip, wie heeft dat veld geharkt? Stoep je er mooi niet voor. Dat is niet leuk. Kijk, dat is wel leuk. Ja, dat is niet leuk. Ja, dat durf je nou niet te zeggen. Nee, heb ik gedaan, Stoepie. Dat heb ik gedaan. Ik had geduld niet dat even wachten tot Gerry Kloor was. Dan ga ik gewoon in alle rust heen. Van Ben op die. Mooi voor ze. Live it. Vriend. Jouwe. Jouwe. Nee, het gaat niet zo door.
Wat een lelijke stallen, ja. Ver hoor. Waar maakt die karren, joh? Wat met haar. Wat zeg je, Basie? Waar maakt die karretje? Wat voor, oh, daar ben je achter gaan staan. Druk nee, die nee. Hij moet die tank aan de loop hem. Wat tank aan de loop? Dat karretje. Dat karretje heeft hij daar. Ja, stalletje. Maar hij moet tanken. Hij moet de vuur toch maar aanzetten. Ja, dan wel. Dan oh, moet... maar de vuurkaart? Ja, dat zijn aggregaatje. Moet je aanzetten. Ja. Dat is, oh, dit knap. Dat is net zo'n ding waar Claudia nodig heeft. Oh. Zo'n aggregaatje. Ja, ja. Ja. Oh. Hey, maar ja. Dat... maar die moet je nog nooit een pompje. Ja, ja. Dan kun je checken. Maar die heeft nog nooit een pompje, hè? Ja, ja. Hier, zet ben je van zalig even hier. Goeiedag. Och, ik ben natuurlijk nooit... Ik zit natuurlijk weer naar Gerrie's boerderij. Dat is het. Och, dat denk je. Waar was je, waar ben je gewoon met die boerderij? Ah, jongen, jij hebt al wat met je boerderij. Ja, sluizen, ja. Oh, door leg ik neer, Gerrie. Daar gaat eigenlijk al trouw voor. Wat dat is toch nooit uitvinding, hoor. Wat is hiervoor? Ja. Ja, maar dan ben ik hier direct bij de silo, Wim. Ja, dat is ook zo. Ja, dat klopt. Ik kan het niet in die andere silo's gooien. Nee, precies. Nee, klap ook. Ik gooi het hier wel voor. Gerrie live, zegt Quincy. Goeiedag, heen, Quincy. Maar ja. Schagen op, hier spanbroek. Ja, ik lees het niet meer voor, jongens. Hier gewoon nog ga ik morgen. Ik vind het best. Ja, ik geef wel een hoop blauw in de chat, zo moet ik zeggen. Kijk, zal ik hem even kijken, Gerrie? Ja, die steekt hier. Ik blijf staan, kijk, even een fotootje maken. Die steekt hier, Gerrie. Verzalen! Live met hem! Verzalen! Oh. Het is weer op te halen! Ik ben al pie, verzalen! Het is weer op te halen! Dan ga ik hem direct. Hey, kijk je wel uit! Wat zeg je, Harry? Ga ik direct even wat voeren? Ja, ja, doe maar, ik haal er helemaal even deel. Anders heb je nog straks een beeld. Ah, dat is wel niet erg, Gerrie. Dat is nee. Als Albert even ziet, dan kan hij misschien even die van Kavano overnemen. Dan geef ik met z'n tweeën. Dat ding is alleen nog veel gas, die Gerrie. Ja, en je kunt ook misschien een repareren. Ja, dan moet je de achterklep lossen. Dan krijg je een ander vlak, dan moet je dat spoor in rieden. En dan... Achterklep. Op R druk. Ja, ja, R. Wat, hoe heet die sleufzolder zonder rand? Verdorie, dat is je ding aan orde, ja. Ja, maar ja. Dat mooi spul of niet? Oh, ik heb nou ook, dankjewel. Ja, kijk. Hé, hey, maar dat is leuk spul. Ja. Geen laptopje gedaan, kun je precies zien. Ja. Zie je dat laptopje gedaan? Hé, hey, Lene Jan, goedenavond, joh. Welkom. Van mijn machine is, die kan binnen schuren, ja. Nee, maar ik heb... Hoe heet die sleutel zonder rand? Dutch Eagle Modding, uitroepteken DEM, daar zijn ze te downloaden. Ik weet niet waar ze onder... En waar staan ze onder, die silo's? Plaatsbare objecten, of... uitroepteken DEM. En uitroepteken mods met een S erachter. Daar kun je zien waar wij de meeste mods vandaan halen. Rij even mee, Albert, of ben je druk? Nee, ik ben klaar. Even een foto. Even naar bij de shop oh, daar. Oh, dat is ja ding in orde, ja. Ja, mooi. Ja, erin, mooi spul, hè? Ah, dikkie. Dat 2000 liter of zo, of 800 liter kun je meenemen. Aan diesel. Back, nou, dan was die backtrack weer zo'n moment. Nee, kun je het vak rijden, hè. Aan de ene kant kun je een vak vertanken. Ja. En anders, nee, en anders repareren. Ja, dat werkt goed. Ja, maar ik bedoel, je kan niet wisselen dat die back ook gelijk doet. Dat... Nee, gewoon, dat geloof ik niet. Nee, want die back erin af, oké. Okay. Ja, dat kan wel, maar dat kan niet. Dan kom je nee, weer dat kan niet. Nee, dat kan uit. Nee, ik zet die back goed terwijl je mogen. Welk veld waren jullie? Zo'n 21. 21? Kom ik die kant op. Goed bezig, Van Zalen. Oh. Van Zalen. Ah, je hebt het ook nog goed bezig. Van Zalen. Hey, er komt bijstaan bij 12 bovenin. Netjes op een rij, dus die kunnen straks... Netjes op een rij? Iemand aan het werk, ja. Die moet aan het werk. Die moet aan het werk. Maar oh, ja, gewoon netjes op een rij zetten ze neer. Ja, natuurlijk. Netjes. Oh, die valt nog best. Die ja, dat moet ook weer ingezaaid worden, hè, Wimpie? Ja, ik weet het, jong. God, man. Bedankt. Wat bultenwerk hier, joh, niet? Je kunt ze niet aan het zaaien zetten, hè? Nee. Dat klopt ook. Hoe! Hey, Melissa. Goedenavond. Ah, ja. Hallo, Melissa. Hallo. Dutch Eagle Modder, jongens. Daar kun je ze alle downloaden. Ja. Hele hoop mods die we hebben.
Die hebben hun ook allemaal daar staan. Leuke site, word er lid van. Even een accountje maken, jongens, kost niks. Kan even duren voordat je acceptatie rond is. Maar je hebt hele leuke mods daar. Hey, Wim de Koster. Van Zuilen hou je wel in de gasten of kabouter geen vogelnestjes loopt. Nee, dat doe ik niet. Hoi Gerry, zegt Melissa. Maar die sleutels komen in Papenburg en staan op de site. Ja, precies. Weet je ook waaronder, Roy? Onder welke kopie? Objecten of zo, plaatsen waar objecten. Of, ik weet niet hoe jullie dat precies ingedeeld hebben. Kie Quincy is er ook nog. Hartstikke goed, jongens. Mensen, druk allemaal nog even op duimpje, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Super bedankt daarvoor. 79 inmiddels. 79 duimpjes. Ja, zo, dat gaat weer hard, hè. Dat gaat weer mooi. Zo de knijters. Zo de knijters. En wat zal dat zaterdag dan wel niet worden? Ja. Oh, dan gaan we wel over de 300. Sta niet op de site, Wim. Oh, sta niet op de site. Oh, oké. Okay. Oké. Okay. Ze staan dus niet op de site, jongens. Die niet. Maar wel heel op andere leuke mods. Yes. Dankjewel, Roy. Oh, la la la. Hey, wat is dit? Ach, gadverdeling. Weet je waar ik ook een kloor heb, Kerry? Tupneel van vrijdag over de wreckfest. Ook een kloor. Ik ga bezig, ja. Wel, er is nog bij Woofie in de boerderij, hè? Ik al even. Ik kan een combine op 10, hè, zet. Zeker, al even. Dan was je net een hek van de Swits. Nee, van bed. Ja. Ja, je moet het, om helpers aan te zetten, moet je die erin zitten, ja. Kom maar in Papenburg, dat klopt. Hé, hey, waar was dit, die auto? Hoi. Hoi, Wat is er nog stond, hè? Een andere kast. Wat ben je allemaal aan het doen, Wim? Ik geen schandaaltjes, hè. Nee, want dat kreeg je allemaal weer tussen de gras te liggen, dus. Dan rijd ik weer een paar keer even op bij die. Zo. Kijk, oh, dat is een mooi weg. Ah, daar liggen wel leuke bultjes hier op het veld, toch? Je ziet. Oh, heerlijk. Sikke heeft storing, net even gebeld. Oh, jee. Oh, van geluk spreken, ja. Ja. Dat is ook, ja. Ja. Ik heb kap, ja. Met zoveel ben ik ook niet verder door. Nee. Want dan moeten we hem alles alleen doen, natuurlijk. Ja, op en op met Miss Wolfman. Ja, hoor. Hey, op boerderij. Zo. Hoppalakee. Nou, dat is niet best, de storing heb. We hadden die laatst ook een keer 's morgens vroeg of zo. Ja, dat was met 10 minuten was dan weer opgelost, ja. Oh, dan heb je mazzel, ja. Ja. Ja, maar met mij was dat gisteren ook maar even, ja. Ja, dat is op zich. Ja, dat was niks. Dat was nog veel korter. Ik klap het erin uit en het was er niet. Ja. Ja, het is wel even lastig. Zeker, ja. Zeker. Ik kom altijd ongeleren, ja. Ja, is een verhaal geen straat, hè? Ja. God, ben je aan het testen met die rommel? Claudia heeft KPN. Oké. Okay. KPN, Gerry. Oh. Hij weet ook wild van alles, hè. KPN me dan, Gerry. Niet een keer op. Oh. Mensen, druk nog even op het duimpje. Super bedankt alvast. Een bijna vol. Oh, als je dan. Hey jongens, vrijdagavond Wreckfest, morgenavond ETS. Start in Engeland, Felix Stowe. En vrijdagavond natuurlijk Wreckfest. Ja. Dat stream ik, dus op dit kanaal.
Dus vond je het de vorige keer leuk? Nou jongens, jullie zijn allemaal weer welkom vrijdag. Dan wordt in Beuken en oh, hilarisch was dat vorige keer, hè. Dat was geweldig, hè. Geweldig. Oh, het is toch veel mooier dan PUBG? Dat, ja. Dat weet ik niet. Wow, nat mooi op. Ik had me de partij warm, jongen. Wat doe je nou, Wim? Ik pak even een stukje mee, ik zit bijna vol. Ik zit bijna vol, jongen. Dan kan ik zo een andere veld van gaan maaien hier, joh, niet? Nou, kom maar, eerst maar ja. Ik is vier ook in afzijden, hè? Op die boerderij, ja. Heb dat nog niet, Kloor? Ja, hallo, ik ben Combines en Bieveld. Ik ben het plauw verzetten en... Wat was dat? Ik wil alleen maar van de ene boerderij naar de andere springen. Ja, dat doen we. Het moet opgezaaid worden, hè, Wimpy? Ja, klopt. Ja, maar heb jij genoeg geld, Gerry, of niet? Ja, ik heb ook 500 van ons ook. Ja, dit is pas die tweede wagen, dit is pas de derde wagen, Gerry, hè. Ah, die van mij is ook bijna vol. Dat is 150 ton, hè. Dat is 200 ton. Dan mis je nog 300 ton, hè. Je bent nog niet op de helft. Ligt een al beeld, er ligt een aalbult bij Nicely. Ligt een aalbult op Zoende. Ja, dat was vanaf dat is voor de schorpen. Zo'n beeld? Ja, maar dat is nog de eerste. Ah, nee, dat was volgens mij nog de eerste silo. Dat kan niet zoveel in niet. Volgens mij, hè. KPR is ook niet alles. Nee. Maar ik moet zeggen, ik heb er weinig last van. Afkloppen. Ik heb dat glasvezel, maar daar ben ik wel blij mee, hoor. Maar waar je zit, volgens mij. Dit wordt ook... Die AGSM is ook nog niet kloor. Wat is dat op veld? Wat was dat? Veld 9. Veld 9, ja. Ja, die wordt ook nog... Maar dan moet ik weer switchen. Ah, wacht maar. Dat zeg maar, Gerry. Moet Albert even deur zaaien op 27 dan daarnaast, of niet? Of maaien? Ik wil ook wel gaan maaien, maar mij niet. Ja, dat mag wel, hoor. Ja? Daarnaast staat de maaier en de hark, Albert. Ah, is goed. Ik heb deze keeper vol, die zou ik zo even naar Gerry brengen en dan ga ik erover. Yes. Stoepje, wie is de loonwerker? Pegel. Ah. Pegel is loonwerker, tuurlijk. Ja, wat? Hij is hartstikke nerveus. De nerveuze loonwerker. Zaterdagavond, jongens, voor degene die nog niet hoort, krijgen we twee dames die ons helpen. Krijgen we boerin en de bie. Oh. Ja, hoor. Hij wil Wim een beetje in toom, Gerry, zaterdag. Oh, valt mee. Ik denk dat dit andersom is. Gewoon eraf halen, Bas, hier boven de koeien. Niks, Lord Link. Ja, dat dacht ik ook, hè? Ja, precies. Alles delen. Gerry, kom op. Kijk, ik heb nieuws. Ik sta hier gewoon stil. Je bent zo hard aan het werk, Gerry. Gaat hij zo beginnen? Hij zet me hoog geel. Ik ben hartstikke druk bezig, Kim. Oh, ook voor de eerste keer. Hij weet niet eens hoe hij schrijft, joh. Oh, mooi, Basti. De hele avond gewoon nul tegen me. Gewoon nul en dram tegen elkaar. De hele avond, heerlijk, man. Lekker, hè? Ja, man. Geweldig. Hij is alleen een beetje heen aan het weer rijden, Gerry. Kost toch geen moeite om zo te streamen. Het is gewoon is zo leuk, jongens. Zaterdag ben ik ook bezet. Oei, hier echt wel druk. Ja, ik ook, Jim. Gerry heeft ook druk, zo dat ik denk. Tot de vroege uurtjes, Gerry. Ja. Zeker. Ik denk dat het hier naar Benny is. Go in, Bippy, go in! Ja, ho, ho! Go now! Oh! Verkeerde knopje! Verkeerde pedal! Oh! Verkeerde Wat doe maar met dat Mickey Mouse apparaat? Zie we hier met dat ding? Hier komt de zaal af. Nou, Mickey Mouse, er zit meer in als wat jij het regelt. Ik wil net zeggen, dat is wel zo. Klopt. 68 ton, of niet? Ja. Je weet wel wat hij deed weg te zitten. Boef van de slaap. Maar mijn neus. Lekker man. Moet die opraapwagen, die zal ik ook dan neerzetten, Albert. Ja, ik neem deze mee. Oké. Okay. Die kronen. Dan breng ik deze wel terug naar Gerry en dan doe ik van leren wel even. Doe ik van leren wel in, Basje, ja? Het goed dat ik hem hierop aansluit. Ja hoor. Yo, de schouder. Vriend. Maar die Ja hoor. Kijk gewoon even overleggen, hè? Dat is stil. Goed. Ja, weet niet. Ja, volgens mij wel, ja. Op 8 staat ook stil. Oké, ja, maar ik moet even, ik zei even hier af, hoor. Ja. En anders heb je daar weer groeiverschil, hè? Ja, nee, dat moet niet. Waarom? Dit zit al op 1 nog niet, ja. Min 2000 euro loonbetaling, wat staat daar? Ja, dat is die. Ik ben alweer 2000 euro kwijt. Ja, dat is Ja, dat is veel meer geld. En dan zit jij te zeuren. Het is ook veel meer geld. Het is altijd te zeuren.
Dat is een echte boer, hartje. Een dikke knieën. Oh, vrijwillig. Maar wel de trekkers kopen. Ja, mooi, nee, trekkers. Maar ons salaris, dat blijft nog wel even uit. Ja, ik blijf weg. Des te meer slapen. Des te zelfde tijd als de eerste Be Live. Ja, zo is dat goed. Ach, kom je vanaf straks een poosje in een Discord zitten, man. Zo even gezellig. Laatste over, maar die maak ik weer weg. Die praat gewoon even duurder. Dan uur, half drie, maak een beetje lawaai op die kamer. Een beetje ongestoken, maar vooraf in de huis. Vrijdagavond nacht, de 1000 mijl van Sebring. Oh, en zaterdagmiddagavond 12 uur van Sebring. Oké. Okay. Ja, nou heb ik dus wel wat drinken. Jazeker, jij ook. Trots op je. Ik ook. Echt trots op je. Nee, ik kan ook niet, man. Deze moeten we even terug naar Pekel brengen, jongens. Kijk, er zit nog spul op veld 2, jongens. Dat kan al gesproeid worden, Bassie. Er steeds spul op. Hoezo nou op Bassie? Ja. Bassie is de hele tijd al bezig. Wanneer is dat zelf dan doen? Nee, is dat dan, ik zeg al iets dat het... Nee, dat is gewoon... Dan weet je wat je doet. Ja, dat is... En die veld 1 dan, die is ook klaar? Die strooien, dan zit hier maar op de volgende veld, hè? Ja, ik kan niet alles, vriend. Nee, dat bedoel ik. Hij denkt dat je niks doet, nee, hè? Dat bedoel ik niet, maar tot er al die eerste... Jawel. Tot die eerste groeifase al op al die velden steekt, maar. Ja, maar dat komt dus allemaal tegelijk gezaaid, vriendje. Ja, alles al, hè? Ja, dan Hey, er wordt gewerkt, Wim. Dat is het. Maar die gaan ze achter elkaar zaaien in plaats van tegelijk. Ja, juist. Zo is het goed. Nee, klopt. Nou, deze kan weer in de schuur. Maar dan komt ook een beetje al loonwerkers in de huur. Dan weet de een en van de ander weet niet wat er gebeurd is, hè? Ja. Nou, we hebben nu wat veel loonwerkers, hè? Ja, maar wat voor loonwerkers die tenminste ook echt werken. Ja. Nee, maar dat is gewoon zo. Die andere jongens die hebben heel veel combined en die hebben zaaid. En dan raak je de kluts kwijt, hè? Ja. Dat heeft hij al snel hoor, dat scheelt. Ja, daarom zeg ik het ook. Het is ook spontaan stil. Ja. Ja, dan klapt hij hem dicht, hè? Yes, ja, ik ben druk aan het werk. Management kan wel een beetje beter. Ik ben druk aan het werk. Hoe schrijf je dat dan, Wim? Werk? Goed. Verkeerde knop. Bark. En hoe schrijf je dat? Was hij geen beesten voor? Ja, dat doet hij ook tussendoor nog, hè? Goh, hij blijft lekker bezig, hè, Gerry? Ja, ja. Oh. Dat ging er maar 13. Die moet geen reparatie worden. Ja, ik wacht maar op, maak anders kom goed. Daarom kun je toch zien dat ik de grootste geworden ben, ja. Die had op het juiste moment meer held dan ik. Door de zonnepaneel. Ja, maar mijn zonnepaneel die zijn ook wel goed bezig. Wat zeg goed je? Beleggen. Ja, die koeien. Mijn zonnepaneel die zijn ook goed bezig. Ja. Ik heb niks gedaan en ik heb er al 3 miljoen bij. Ja, dat bedoel ik. Goed bezig. Ja. Hoeveel melk is er, Gerry? Nou, gisteren hadden we alles weggebracht. Oké. Okay. Ik heb hier 2 pakken in de koelkast. Dat is allemaal weer wezen. Och. Dus dat moet ook... Die melk moet ook afgekocht worden. Oh, skimmelde. Nou, dan moet je aan de bak, Wim. Ja, ik word eerst veld 9 af, maar... Ja. En hier wordt een zaaier op, zo. Is er al een zaaier, vrie? Hey, Van Zuilen. Jij rijdt nu bij 8. Wil jij bij die trekker kijken die er staat op 8? Ja, dat gaat niet goed, hoor. Nee. Op 8? Ja, veld 8. Oh, ja. Ik heb wel 2 van die nullen boven op elkaar. Dat is naast jou. Ja, ik zie het. Ik zie hem staan. Je bent niet lief, zeg ik hem, hè? Nee. Dat kan gewoon niet zo, dit. Ik wil een beetje lief doen tegen Van Zuilen. Ja hoor. Hij mag wel meer zeepjes werken, maar dat mag ik zelf. Ah, dat vindt hij weer mooier, Gerry. Dat... Och. Ja. Wel lief zijn voor Van Zuilen. Ken hij dat? Is het 9 minuten? Wim, kun je hem op helpen zetten op 8? Want dat is jou dat ding. Grampy. Ja. Ja, joh. Dan moet Wim moet hem op helpen zetten. Hij is uitgevallen. Ach. Ja. Hup, aan het werk. Ja, dus, ja maar die moet ook weer switch. Die had ook weer de verkeerde kleur. Ja. Och jongens, moet dit maar bier gevuld worden. Ja, er zit niks in. Dat doet het ook niet. Ja, ik ben ook een bijvulling bij die koeien. Zet het dan in aan. Zet dan gewoon in aan, maar dat is gemaakt. Ja, ik ken ook, ja. Alles gewoon hebben op helperproef. Boom, gas. Ja, huppakee. Praat met die baan. Ja hoor. Precies. Maar dat bierveld is ook weer een hampel. Echt, je moet hem echt alles uitleggen, die vent. Oh, vreselijk, man. Verzo.
Draait hij de goede kant op? Vast wel. Wippie, 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 ja ja. Deze laat ze ook in de WhatsApp. Ik heb ze gewoon geblokkeerd. Hoppa. Heeft dat geholpen uiteindelijk? Ja, ik had geen één berichtje 's morgens. Je hebt niet vroeg hoeveel berichtjes had je. Niente. Hey Chabo. Nou, daar heb je maar van mee raad. Even kijken. En als je die ook gaat raad. Even kijken, veld 9, daar was ik mee bezig. Hier zo. Zo. Zo'n mooie combinatie ervan gemaakt. Peppy. Heb je eigenlijk maar een staal? Ja, Pegel. Live. Live, het holt toch een beetje van mij, Gary. Nee. Nee. Maar dat wist je al. Dat wist ik al. Is die andere kant dan wel geworden? Dan... Ook nooit. Ook nog. Mooi jongens, 41 kijkers nog. Super tof. Druk nog even op duimpje jongens. Hoeveel duimpjes hebben we inmiddels? 82? Klopt dat? Ja, 82. Nou, misschien kunnen we de 85 of de 90 misschien nog wel halen jongens. Volg ah, 90 gaan we voor toch? Ja. Zal mooi zijn. Zal mooi zijn. We hebben nog een half uurtje. Zal mooi wezen jongens. Druk nog even op die duim. Die rupsbandjes, moet je even kijken man, dat draait op de plek hè. Dat is wel gaaf. Met helpen, dan... Dat rijdt... kost je ook geld hè, want er is van Robert. Ja, dit veld is ook van Robert hè. Dus dat kost Robert geld. Dat ik hierop zit, Kerk. Oh, daar niks. Wel, dan wel. Nee. Ja. Dat doe jij voor liefdadigheid. Ja. Ja. Ja hoor. Voor zijn vriend. Dat doe ik ook. Mooi gesproken. Dit maakt het leuk om naar jullie te kijken, die humor en lol, heerlijk. Ja, dat proberen we altijd. Hè. Dit kost toch geen moeite, jongens. Dit hebben we altijd zoveel lol in. Ik heb er altijd veel naar uit naar farm, ik vind het altijd wel mooi. Ik kan niet goed zien aan de andere kant of dat helemaal gedaan is. Nou, we rijden wel even heen. Was er meer ergens een ploeg op of niet? Ik in de. Ja, ik zal wel even kijken. Mam, wat een gedoe hier. Ze weet de rug op. Passie, wat een klaar. Nee, ik moet er wel gelijk in. Ah, nee. Jawel. Ja. Wat maar zaaier, hè? Denk toch? Ja, nee, nee. Ja. Nee, ja, dan ben ik ook bijna gewoon met, ja. Kom eraan. Maar doe wel mais al. Ja. Mais. Dus dan mag ze wel de goede zaaien, neem ik. Maar ik heb de rood zware, denk ik. Ja, dat is goed. Dat hoor ik aan die. Ik moet even kijken of hier die kopakkers gedaan zitten. Nee, ze zijn niet gedaan door te zien. Dus we moeten nog heen doen. Dus we moeten heel veel geduld hebben. Maar ik ben nog onderweg, oh, Luivers. Oh, ik kan niet halen. Hey, nou denk ik ook al daar strek achter hem staat, hè? Ja, oh. Precies. Het is ook nooit goed met die mannen. Oh, vreselijk. Ja, joh. Hoe hou je het vol, Gerry? Ja. Oh. Niet lang meer, hè? Echt blij voor je dat zaterdag iets heel anders wordt. Ja, gelukkig. Een beetje afleiding. Ik zou niet meer voor hem gaan werken, Bas, zeg ik. Haha, nee, maar dat is wel leuk. Te lol in, jongens, weer te lol in. Wat was dat? Zo, ik lees het niet, hè? Nee, doe maar zo. Ga terug, ik pak even mijn telefoon, hè? Ja, hoor. Doe maar even. Woe! Nee, door waar ik ook voor Gerry, hè? Zal ik klaviastermen houden wat makkelijk voor Wippie is? Ja, ik ben best op tafel, ja. Inderdaad, ik ben best op tafel. Ik ga weer tot morgen, Stoepie. Tot morgen. Morgen spelen we ETS, jongens. Wil je meerijden? Start in Felixstowe. Probleem opgelost van Ziggo. Top. Helemaal goed. All in, dat is geen. Dat is een pokerterm, hè?
Zo. Mooi zo, zekers. Heel mooi. We hebben hem in één keer, dan moet je dan een keer. Ik moet dan een keer. Hij doet heel in weg. Hey, ik zet hem gewoon wat verder op, maar begin ik er vast. Ik was even, dan draai ik om en dan heb hij hem helemaal. Nou, mijn kop moet toch later nog weer, hè? Ja, ik denk het ook. Pas. Woe. Oh ja. Yeah. Hey Weep, kijk eens achter je. Goed, koek. Ho, ho. Hallo, hè. Zo, even opslaan. Lukt dat, Basie, of niet? Nee, ik wacht op zie. Ja, ik moet even één keer omdraaien, ja. Dan kun je hem zo naar achteren gooien. Ja, ja. Kun je hem zo naar achteren gooien. Loopt hij de schreeuw om je, dan ben je er en dan moet je nog wachten. De andere kant is al klaar? Ja, ja, andere kant is klopt. Dat niet veel zeer. Dat ding dat lukt niet zo hard, hè? Boe. Ja, kijk eens achter, boe. Ja, gooi me naar achteren. Ja, ik zie het, hè. Ja, maar even kijken of er nog ergens een geploeg moet worden. Moet je een rondje langs de velden doen? Wie? Ik. Oh, dat wil ik net zeggen, ik heb er hartstikke voor. Nee, ik ben druk, hè. Gaat hij weer vlieren fluiten of we kijken even een rondje te rijden? Dat werk niet te doen. Dat is toch daar in deze, toch? Ja. Hij is echt nog nooit, maar... Ach, ik ben weer naar die boerderij. Ga. Goed, man. Mooi. Mooi, ja. Wieringenwaard, kom Jeff hier nog even aan. Hey Jeff, goedenavond. Mensen, druk nog even op duimpje. 84 duimpjes, halve de 90 nog, jongens. Zou geweldig zijn. Voor een woensdag. We zijn al heel blij met deze aantallen, jongens. Dat is echt elke keer 75, 80 en hogere duimpjes. We hebben al een paar keer de 100 gehaald. We hebben al een paar keer video's van 1000 weergaves gehad, jongens. Dat wordt heel leuk zo. Het motiveert wel, moet ik zeggen. En we zijn, jongens, nou ja, het is de 28ste livestream op deze map. Woefie komt in ieder geval niet meer terug op deze map. Zet hij ze. Maar ja, laat hij eerst maar eens even herstellen. Zondag gaan we eens even rondkijken, Gerrie. Hè? We zullen eens even wat mappen in singleplayer gooien. Ja, wat? Eens even kijken wat er is. Er is niet zoveel, jongens. Nou, wat moet er meer geploegd worden? Wat is. Ja, kom maar bij 12. Bij 12? 12 is. Nee, 7 en 6 voor mij ook. Moet dat geploegd worden? Wacht. Ik spring even naar de Lidl. Is 13 ook al geploegd dan, of moet dat nog? 13? 7 hoeft niet geplokt te worden. Oh, 6 dan. Ga ik doen, hè. Dan hoef je niet zo te schreeuwen, Basie. Nee, van het werk houden. Dat stelletje moet daarvoor. Was een beetje duur. Beetje... Ja, precies. 6. Dan ben ik nog aan het werk blijven. Kijk, op 5 zit ook alweer mooi, hè. Eerste groeifase. Ziet er goed uit, Basie. Ik pak even een beetje drinken, hoor. Ja, hoor, okay. Heb je verdiend, Gerrie? Ik heb gelukkig bediening, hè. Het kwam mij gehouden hier. Hier wordt nog, hier wordt nog wat geploegd worden, een klein beetje afgeploegd worden. Dat is nog niet helemaal kloor. En hier moet kalk op. Ja, ik ben aan de hanglivers. Ja, kalk wordt op 6, ja? Maar waarom spring ik nou weer naar de D-trader, hè? Ik moet naar dit toe. Zo, met hem. Wat is hier nog? Oh, die is nog bezig, ja. Ja, dat klopt wel. Laat die door maar even bezig. Ik ga er 6. Ik neem dat af, bonjouren. En dan kan hij hier wel bij op, bij deze. Volgens mij hebben we dan alles gehad. Maar... Maak 6 even af, Basie, en dan gooi ik hem even bij 12 erbij op. Dan lopen daar 2 eigenlijk, zeg maar. Oh, dat kan hoor, maar ik weet niet wat jij doet. Oh, wat is dat dan? Kom maar stil. Ik stop niet. Oké, ik heb blauw geslagen, hartstikke goed. Goed bezig. Dank jullie wel. Oeh, dat is nu toch wel vrij abrupt. Ach, dan moet ik weer een herrie zien geweest zijn. Ja. En toen? Ja, ik ben druk bezig, hoor. Was een zaaier en zei jij nog maar Wim? Een zaaier? Ja, ik heb nog geen over. Poik, joh. Een zaaier? Ja. Nou, een dingetje. Naar 7? Naar 7, denk ik, ja. Nou, wacht even, ik kom er zo langs op. Volgens mij was dat... Ik kom, er, ik,
Kom er al aan. Welke zaaier is dat? Ah, dat is ook zo'n... zo'n rapper. Jelle Jelle. De karretje... Dat dieselpumpje staat nog aan hier, hè. Gaat woord. Ja. Dat diesel... Hier. Oh, staan, hè. Wat is dat, hè? Ja, maar dan komt dat zo hard gewerkt worden. Ik kan het nieuws... Ik kan het nieuws... Uit. Oh, hier kan 6 kan ook beneden. Wat moet je 6 hebben, dan? Dat vind ik niet. Dat is voor Woef. Wat moet er geen Jerry? 6. Ik heb dan ook een zonneblampje, ben ik aan het... Oh, sorry, Luivert. Ik was een drink aan het pakken. Oh ja. Ja, sorry, schat. Ja. Wat moet er in 6, Gerry? Er is weer hier een beetje een grote veld. Wow. Oh, middelmaat. Middelmaatje. Sojaatjes. Wat? Sojaatje? Soja. Soja? Nee. Ja, ik ken soja. Oh nee. Oh. Soja, nou, dan staat op soja. Sliep gewoon verder. Haven, zegt Woef. Oh, haven. Ben dat maar. Doe maar. Oké. Allemaal hout. Tarwe, gerst, aardappelen, suiker. Haven. Alsjeblieft. Kim, maar hout daar de boze zelf in bier, hè? Ja, ja. Ja. Ik heb niet houden, hè. Ach, ja, wat een... Het is een houden. Havertjes. Yes. Ik doe dit nog even afploegen, hè? Goed. Nou, dat ken je wel. Ja, dan gooi ik een beetje 12 erbij op. Dan kunnen we wel twee kleinste velden maar bieten. Bieten. De Seum kan bieten in bijvoorbeeld. Ja, Seum kan wel bieten in. Wim, blijven er gewoon nog even van tussen. Nog veel plezier nog. Ben, bedankt voor je support, jongen. Dankjewel voor je hulp vanavond weer. Slikken die varkens ook maar aan de loop. Varkens wordt aan de loop, Kerry. Oh, te leven. Oh, te leven. Oh. Wat moet zo'n al in, hè? Ja, vreemd, ja. Vreemd, zoetjes. Zou je boodie, jongen. Hé, hey, jongen. Veel ook. Nee, daar kan geloof ik alles heen, Kerry. Moet maar even kijken, want daar kan heel veel naartoe. Ik heb geloof dat we gisteren of tarwe of zo. Ik kan er wel kopen. Piet, is dat niet Jacko zien, hobby? Ja, dat is Jacko zo gek al. Wat zijn nog, wil ook buiten hem? Ja. Oh, zo leven! Vreselijk. En dan heb je ook nog die strontverkers erbij. En wat doet er zelf? Je leeft een beetje de vlinder knippen door. Nee, dat weet ik niet. Dat weet ik, hè. Je moet af en toe maar even met humor, hè. Dan bereik je ook een hoop. Ja, wat? Het liever dat ik het zeg dat iemand mij vol verstaan, hè. Dat is ook, ja, dat is ook zo, hè. Ja, als ik dat nou zo zeg, klopt. Nee, dan hebben we het er allemaal aan, hè. Ja, Ben, bedankt, jongen. Later wel. En dan mag die boren standen aan de loop? Ja, pak ze maar één alsjeblieft, Kerry. Doe maar een beetje die weide of zo. En die andere verkoopbaar. Nou, maak maar even een betonnen plaatsje van, weet je wel. Mooi even wat spul, een schuurtje erbij. Dan moet die andere even verkopen. Dit hoeft niet gedaan te worden, dit hoeft niet geploegd te worden. Dus ik kan dit in een 12 toe. Hahaha, je moet je. Wist er wel, hè? Hoe het in mijn handen zit. Goed gesproken, Mr. Beats. Dankjewel, Mr. Beats. Dr. Beat. Dr. Beat. Won't you tell me, Dr. Beat? Lijken we ze zingen. Oh. Woe! Yeah. Ja, ik ook één dag met zijn. Oh, maar dan zie je straks een beeld. Ja, ja. Nou, dan gaat dit naar 12 toe.
Mensen, druk nog even op mijn duimpje. Zal het super soft zijn, ik kan het niet goed zien. 85 of 84 of zo. 87. 87, oeh. Nice. Thank you. Ik val 12, dan zit deze wel aan de andere kant alleen maar. En hoe zit dat met het heu, Gerry? Ja, dan maar ook nog verder. Ja, kom hè. Ik ben bijna klaar met 27 mei schudden. Dus dat mag ik niet, nou weet ik hoe jij over mij denkt. Ja hoor, moe. Ik was bij één boerderij aan het komen, bij de andere boerderij ging die gewoon. Boef had een goede dag vandaag, ik weet het zeker. Dat kan weinig weer fout gaan. Dat mag morgen dus. Oeh, die planten bij. Dat is kerrie. Op blijven letten. Oefje spullen. Oeh, wat is dit? Ja, de jongens stabiel. Ga ik streuen. Maar dat ken je natuurlijk niet, dan moet ik in die andere boerderij zitten. Ah, door een marij ook. Of een president, wie god. Ik zoek hem. Bij die zwienmarij, ik zoek hem. Ja, of hier ja, of hier appels. Ja. Ah, kerel, wat moet er wel in? Wat moet er heen, hè? Moet ik even rieën met spul? Ik heb 250 puntjes erin. Hoeveel? Hoeveel? 250. Waarom zoveel? Begin eens met 50 of zo, man. 251 of zo. Nee, doorgaan. Investeren, noemen ze dat. Oh, kerel. Ja, ik ga dan uit Verandje een keer in de weer in. Waarom kan ik geen boerderijmanager in mijn eigen boerderij worden? Wat is dit alweer voor onzin? Oh, hier. Omdat ik er eerst. Nee, het is al. Hoi, kill. Ik heb overgenomen. Woe! Oh, dan gaat het tenminste maar goed. Maar wat gaan we nu doen, Gerry? Gaan we nu verder met die koeien voeren? Of 251? Waarom ook 51? Ja, je kent er ook wat 260 van, man. Nee! Ja, ik maak er 260 van. Dat is gewoon de keuze die ik maak, Wim. Als hij dat wil, dan doe ik dat. Zo. Maar loop je achter met miljoen, Wim. Dat ken hij. Ja, vreselijk met die anderen. Je hebt kapitaal. En ik ben ook heel dagen bezig met... Oh, je hebt helemaal niks meer liggen hier, Gerry. Nee, maar dat ding is... Is goed, nu? Ongeveer is dat nou goed. Zal ik even... Ik was bij één schuur aan het voelen en de andere ging ook omhoog. Oké. Wacht even. Ik ga dan mijn boerderij doen. Ik pak even een apparaat ding misschien. Een apparaat? Een apparaat ding misschien. Een apparaat? Zit hier überhaupt nog een trekker aan? Ja, lekker zonder aggregaat. Ik denk, oh. Dat zien. Oh, god. Ja, al die trekkers ben allemaal fort, hè? Ja, ja. Gerry, zal ik even wat spul van komen brengen dan? Met keepertje of niet? Ja, hij mag. Wat moet ze hebben dan? Ik moet maïs hebben, ik moet tarwe hebben, ik moet soja, koolzaad of zonnebloem. Ik heb geen trekker, man. Oh. Er zijn genoeg trekkers. Ik heb sowieso 6 subtrekkers. Ja, mijn trekker die staat hier ergens. Dit is mijn trekker. Wat moet mijn trekker door dan mijn 12? Ja, mijn trekker die staat ook bij jou. Dit is allemaal mijn spul, ja. Nou, dit spul terug, keeper erachter. De hek al. Zal ik even bij Wolf. Wat heeft Wolf dan in de boer. Heeft hij überhaupt er nog wat in die silo's zitten? Nog niet? Zonnebloem. Ah, daar kan je wel één brengen. Ja? Jazeker. Kom maar aan. Ik kom eraan, hoor, vriendje. Gauw bezig!
Nou moet je oppassen, nee, hè? Ze begint met vriendje. Hoeveel ton kan er in, Gerrie? Kan er zo'n volle bak in? Gewoon volle bak meenemen. Zonnebloem. Hoppa. Wat doet dat spul op mijn grond? Ik dacht, het zit er in kolonnes opgeropen. Kom, stond er drie dikke combines en ja. Piet trailers dit. Geen werk doen bij die wolfke. Gerrie. Ja? Ik heb maar 7 ton of 8 ton zonnebloemen, hè. Ah, zit dat... Meer zit er niet, hè? Nee, dan komt er maar zo'n grote stroop aan. Dan heb je in ieder geval iets. Ja, dan moet ik dat van mij kopen, op 10, hè. Heb ik... Op 10, hallo, op 10 even lossen, die combine. Dan gaat die verder, dan zijn ze ook zonnebloemen. Kom, goed, goed, op 10. Dat is van Wolfman. Ja, klopt. En allemaal sojaban. Ja. Heeft hij genoeg van. Ja, klopt. Dus hij gaat niet bij je koop. Ik, ik kom eraan, Basie. Ja, en die op 6 die staat stil. Ja. Dus. Is dat Wolfke? Zit Torbos Silo neer, Gerrie? Ja. Doen we direct in. Je kan dat ding direct ingebracht worden wat er wezen moet. Dat zal ik niet weer te... Right switch. Afhandels zijn hier, jongens. Fris, hoor. Daar ben je meestal. Oh, ja. Dan gaat hij het eindelijk zelf ook een keer in zien, Gerrie. Ja, maar dat vergeet hij elke keer. Ja. Ik heb echt met je te doen nog, Gerrie. Vriend. Van zuilen. Van zuilen. Live het. Mama. Hey, Bessa. Gooi dan maar alles voor met maïs en bieten, want die zwieden, die lusten wel wat. Ja, is dat zo? Is dat ook zo erg? Volgens mij is dat minder toch? Dan, dan die koeien, dat is helemaal... Die koeien, dat is vreselijk. Ze denken weer met die bits, ja. Klopt, hè. Maar wie zit er nu voor in de boerderij dan? Ik blijf. Ik ben er net eens. Ga nou weer voor. En niemand wil bij jou werken, Wim. Nee, maar ik kan dat ding weer niet op helpen zetten hier. Pak ding. Die combine. Op 10. Of op 10. Ja, op 10. Tren. Ja, wacht even hoor, ik moet even los. Ja. Nou, ik zit... Ja, spring er maar in. Spring er maar in. Ja, ik heb nou eerst een zaai machine. Ja, is goed, goed. Eerst gaan roepen of wie wil dat doen en dan... Ja, maar even wachten. Echt? Klopt, Wolf. Sorry, ik was even de weg weer. Nee. Ze denken met die... Ja, ja, ja. En dan verwacht hij dat je al achter hem staat, dan sta je... Mensen, druk er even op het duimpje, jongens. Super bedankt. Hartstikke tof. Nog 38 mensen aan het kijken, jongens. De laatste paar minuten. En de god, het is alweer bijna 10:30, jongens. Maar ging dat te snel, hè? Ja. Oh. Onvoorstelbaar. Nou, Gerrie, ik heb 21 ton van dat spul. Gauw bezig. Kom eraan. Gauw bezig. Ach, mag ik weer iets gatverdik. Zo al leeg. Big staat. Big staat. Da-da-da. Oh jee. Bijna naar de wc. Ja. Allemaal leeg, man. Roebert. Kijk, een zaaitje bezig. Dat is mijn scherrie, denk ik, op 9, nog niet. Ja. Ja. We hoeven er niet zoveel mee te rieden, hè. Wat, hè? Klein stukje maar, hè, jongen. Heeft Gerrie weer goed uitgekozen. Ja. Zeker. Oh, maar de vorige keer had hij ook... Wat ook mais, hè? Op 10 ook mais. Ja. Dat is bij die boerderij, bij die koeienstal. Nou, ik kom eraan, Gerrie. Moet ik even kijken wat ik in voorraad heb. Misschien dat we daar nog wat uit kunnen halen. Jij hebt niks meer in de silo zitten, Gerrie. Ja, dan moet je bij mij even kijken. Ja. Bij mij is toen ook alles erin. Ik weet dat ik van alles er nog in heb. Maar rij jij hier met een shovel rond? Kijk eens in de silo starten, hoor. Kan je dat niet direct erin starten? Hoe moet dat heen dan? Ja, dat weet ik niet. Ja.
Die is nou de boer hier in. Dat moet ik ook eerst in bekijken, lieverd. Dit is laden losse ding. Ik voel hier, man. Probeer maar dat. Dat is mes, dat is water. Dit is laden losse. Oh, dat is zonde bijna hier, man. Niks ervan, er is genoeg. Nee, er is niet genoeg, je hebt niks. Ik zeg later, is goed, Hens. Tot straks, jongen. Schud elkaar er wel even. Dat is al verkocht, denk ik. Dat is allemaal verkocht, ja. Twee megen, ja. Zien al mijn postpunten voor Sineuzen. Sineuzen? Wat voor Sineuzen? Wie die Silo? Oh, door ja. Oh. Eet shit. Wat een stalle bastard. Het is wel goed dat een grote baas toekijkt, hè. Dat is wel goed ook. Dat is toch waar dat die jong door in het zuidmuur ligt hier ook nog. Ja. Alles in de pen, hè? Ja. En hem ook nog alles verzeek, man. Maar dat is gewoon dat is normaal. Hij heeft altijd alles op onder controle. Hij kreeg hier heel lus. Overladen staat. Dat zat wel zin, toch? Ja hoor. Maar dan kom ik eerst wel. Dan moet ik eerst... Wat wil je nog meer hebben, Jerry, dan? Ja. Kan ik dat je erin vertellen? Ja. Je weet toch wel wat je even houdt. Oh! Oh, keur het al. Siepel! In augustus! In de silo! Ja, weet ik, sorry hoor, die zag ik even niet. Ik denk dat je nog wel 10, 15 vrachtjes daarvan heen mag brengen. Wat? Ja, wat je dan erin hoort, want het is nog maar net een rood zweepje. 15? Ja, maar ik gooi hier geen hele Wolfman show van maken met al die. met al dat vee van hem. God man, hier komt naast alles meer naartoe. Nee, dat dit wel daar. Dit was 20 ton, maar 300 ton soja. Wat? Rustig, Wim. Denk aan je bloeddruk. Nou, hoeft dat mooi. Ik heb het in de silo zitten, mooi kopen. Nee, dan haalt hij dat maar bij mij. Ja. Oh, god. Wat heb je dan er allemaal nog in de silo zitten, Gerrit? Ja, Zit er ook één, Heb je dat in verteld? Hoi, kiel. Dan moet ik iets verder. Ik wil niet begieren, maar dat moet ik niet doen met de silo. Ja, poef. Je kunt... Dat hier. Hoe komt dat dan al die middels? Zo, dank je, Roy. Die moet niet begieren, zeg. Ja, hij is nu überhaupt nog wat, Kerry, want ik ben op een bio en ik weet dan niks. Ja, inderdaad, Wolf, die ja. Ja, ik heb van alles wel wat. Ja? Jazeker. Ah, dat vul ik het nog wel aan. Altijd maar uit. Ik heb ook nog wel wat hoor. Ach. Maar, we gaan er echt zoveel in? Is dat 15 keer 20? Dat is 300 ton. Ja, dat denk ik ongeveer hoor. Ah, zonnebloemen? Ja. Alleen 300 ton voor 260 varkens? Ah, misschien valt het wel mee. Ik weet niet. Oh ja, pak dat zo huur. Ik moet er eerst hem zien, ja. Maar dan maak ik jou een beetje gek. Ja, wat voor een dikke mie. Waar is die baas? We gaan straks naar Beirut. Ja, je moet weer switchen, hè? Ja. Word ik zeker doen, boerderie, Gerry, of niet? Dat ga ik hier zeker niet los. Oh nee, dat kan ik wel, denk ik. Je hebt geen zonnebloemen, Gerry. Wat een zonnebloemtrip, ja. Wat een kool, wat een koolsoort, hè? Jazeker, dat kan ook al, hè? Koolsoort. Maak je niks uit. Oh, dat telt gewoon bij elkaar op. Jazeker. Oh, ik dacht van alles deze vulbels hebben. Nee, lieverd. Oh. Nee, dat snap ik het. Niet. Dat is toch een kou. Nee. Nou, het zeg, steek je dat ook wel bekend, ja. Het is dat of dat. Ja. Maar hij luistert weer niet. Naar jou, gelezen, de tranen schieten in mijn ogen. Mijn ogen van jou. Oh. Witte wel. Witte wel. Jerry, die is zo vrolijk verzadelijk. Jawel, ik begin het wel, Wolfke. Ik heb wel het leukste uit te kijken. Laat me, Wolfke.
Was dan alles eng. Nee, hoor. Oh. Een uur. Maar onderhand, Bibi, ik kom aan niks anders toe dan... En ik kom zelf niet meer op deze map, maar je zadelt ons met 260 van die dingen op. Ik kan... Wat meer niks uit. Ik kom hier niet meer, Gerrie. Ik kom hier niet meer. Nee, dat maakt er niks uit. Ja. Er komt extra personeel bij. Ja, ja, toch meer volk. Ja, die vrouw die naast moment met 10 man op de map, dat is ook klom, man. Wat bij, joh. Nee, wat bij. Hier zit hij te jammer, ik doe niks anders dan zaden. Nou, doet hij weer eens wat anders. Is dat ook weer niet goed? We moeten er nog wel even zien, Gerrie, door van de week nog even de... Ach, het gaat niet weer. Nee, even het spul bemesten, hè. Ja, dat doe ik zaterdagavond wel. Ja. Alles bemesten, Gerrie. Dan ga ik het zuintje wel even inzaaien. Ja. Ja. De wortel schiet nu de rol. Dat is niet goed. Ik sta er niet goed voor. I. Nou, dan gaat het eerst een volle bak in, Gerrie. Moet even kijken wat dat doet. Ja, wat? Of dat een beetje wat opschiet. Wat staat, broer? Goeiedag, hem. Heb al 90 duimpjes, jongens. 89. Oeh. Oh, mooi, dat schiet al mooi omhoog. Oei. Bijna op de helft. Hoeveel, Gerrie? Bijna op de helft. Bijna op de helft. Maar gooi je nog één bak in, jongens, en dan is het mooi weer. Dan gaan we afsluiten, hè. Gooi nog even één bakje erin. Peek ook geen twisten doen. Ja, dat vind ik mooi, hè. Twisten. Alleen groen en rood, Gerrie, hè. Ja, wat? En waarom dan, Wimpy? Ja, dat ga ik niet vertellen, Gerrie. Nee, dat moet je ook niet. Ja, maak wel je verhalen af. Ja, ik kon u. Ja, dat doet ze ook weer niet. Nee, ja. Echt af. Het is de hele avond al half werk met die vent. Straks heb ik een strijk. Ho, ik heb geen 260 varkens besteld, Wim. Verbind me daar niet aan deze ontwikkeling. Nee, klopt. En die kan dan van de Nee, Robert, maar ik heb daar nooit een zweetje erin gezet. Nee. Voor 100 was ook leuk geweest, Gerrie. Ja, maar elke boel... Elke schuurdoel zit 250 koeien in. Dus hier ook 250 koeien. Je hebt ze gewoon gedoneerd, toch? Als vriendendienst, Gerrie? Ja, hoor. Dat doe jij gewoon. Ik ben ook van die rekening op gewoon zag. Het zet wel 5 ton kost, maar... De rest ook. 5 ton kost, 4 ton. Het bonnetje kan die bij Nijsje dus inleveren, toch? Ja, hoor. Dus jij moet hem 4 ton overmaken weer? Ja, het is goed. Binnen 30 dagen. Ja, dat ken ik nog nooit, Wolfie. Die de schuld geeft. Heel zat, man. Ja, man. Dit is wel zat. Hoe kijk je wat hier dan zit? Dan zit me dan wel een katoen hier. Dan krijgt een paard. De hik van. No. Nee, dat is ook niks. Hij slaat helemaal deur niet mee. Oh, vanger. Ik vraag me af of Gerrie überhaupt zaterdag wel in zijn eigen trekkers gaat komen. Of dat er helemaal achteraan gaat rennen. Dat denk ik niet. Nee. Ja, mijn auto er achteraan. Werd het tot een zaterdag in één keer valtraas geweldig. Werd het tot een zaterdag in één keer valtraas geweldige trekkers vindt. Werd het? Nou, water is er, hè? Ja, nee, het is goed bedoel. Echt niet lang weer rustig, ja. Ik heb niet goed. Ik hoop niet hard vast. Heb jij een hart aan, Wim? Ja, ja, ja. Pepsi Leuvert! Ja, ik los deze nog even, jongens. Kom even bij de varkensstal. Albert en Bassie. Ja, zo'n 20 door. Dan schiet we door even af, jongens. Oh, Gerrie, kijk met erin. Nee, dat kan niet. Anders had het niet meer. Dat was wel mooi geweest dat kon. Ja.
Nou, weer in godsnaam. Goedendag, man. Later, man. Maar even één baantje harken, dan is 27 ook klaar. Goed bezig, Van Zalen. Ja, even de opruimwagen eroverheen en klaar, joh. Kijk. Mooi. Zat maar in de horizon, Jerry. Ja, wat. Ja, lekker maar. Voor zaterdag. De horizon. Ja. Nou. Het is wel een mooi klusje voor de dames, Jerry. Zo, daar. Een beetje water hier naartoe brengen en dat soort spul. Wel trusten allemaal en Wolf beterschap en succes man. Ja man. Twee vrouwen, komt eigenlijk goed hè? Nee, dat komt eigenlijk goed. Ik ben Pieter Varkensdal. Kijk, daar spekel. Je kunt me botsen. Kom maar volgen, Gerry. Hoi je. My life is... Mooi. Is Basje er al of niet? Ah, ik kom eraan, loop ik ja, luister. Ik zeg ze normaal door. Ja, ik ook. Ik kom er ook aan. Probeer ik wel eens gaan. Ja, ik ben al achter jou. Ja, kijk daar. Ja. Nou ja, nou, het stelt je huppel vriend. Wat is die koude avond meer? Ja, hier, ja. Met jouw blauwe reiger. Die blauwe reiger. Nou, we wachten even op Vassal. Het is om te huilen. Het is van zo. Oh, kijk. Nou, of denk je, wordt er nog één in deze wiegel? Kijk. Oh, dat valt een beetje, ja. Ja. Oh, is dit wel beter dan die koeien in ieder geval. Dat is vreselijk. Ja. Wat staat hier schier op? Harry, is dat verzotter, hè? Ja. Mooi blusje het dan, hè? Ja, maar doen ze een strook schier op? Dus we zo'n leren vestje dan, zo, dat Harry, of niet? Nee, ik ben gewoon mooi. Hé, ben je de kapper weer? Wat heb dat doen met? Oh, wat doe maar. Hier, daar heb je hem. Hier, vertellen. Boy. Wat heb je dan voor petje erop? Ja, wat is dat zeg? Ja, wat zit erop daar? Per op. Ik heb geen per op. Nee. Zeefje centrale Espel zit erop. Hobo en hobo. Zulde schut, ja. Ja, alleen een petje. Mensen, was mooi later. Ja, zeker. Dat was leuk, man. Goed, jongens. Ik wil Basje bedanken. Ik wil Gerry bedanken. Ik wil Albert bedanken voor jullie hulp, jongens. Super tof dat jullie dat allemaal wel in willen doen. Hartstikke gaaf. Zo kan iedereen ook nog eens even een keer langs. Wolf, succes morgen, jongen. En we holen even contact. En kom thuis morgen, Wolf. Ja, Wolf komt morgen thuis. Dus ik hoop dat het allemaal goed gaat. En nou, de meeste, of de andere spreekt misschien straks nog wel even in Discord, jongens. Maar voor nu, jongens, iedereen bedankt. Bedankt voor het abonneren. En morgenavond, ETS 2, daar zijn we weer. Om 19:30 in Phoenix Tower. Dus wil je meerijden, rij gezellig mee. Ik zou zeggen dat nu. Tot morgen. Later. Yo. Moi. Hoi. Moi.